Yes! Nieuw seizoen is weer begonnen, dames en heren. Jullie luisteren nu naar de Balans Podcast. Allereerst wil ik alle uh, luisteraars bedanken voor het feit dat ze seizoen 3 met alle liefde hebben gecheckt. Het is, uh, uh, ja, ondanks het crazy era waarin we zaten, uh, waarin we waarschijnlijk nog steeds zitten, is het uh, nou, best wel voor mijn gevoel succesvol afgelopen. Ik heb veel geleerd. Dat was voor mij super creatief. Dat heb ik twee afleveringen terug ook al uh, vermeld in de show. Althans, als je terug gaat naar seizoen 3. En nu zijn we aangekomen bij de eerste aflevering van seizoen 4. Uh, ja, en in deze episode heb ik dus een persoon uitgenodigd. Hij is een persoon die eigenlijk officieel aan het einde van de episode komt. Maar dit keer uh, wegens de gekke era waarin we zaten. Um, ja, he, hebben we de show moeten uitstellen helaas. Maar ja, uh, yeah, he is a part of the family. Hij heeft een eigen radioshow. Hij doet aan DJ'ing. Staat in de clubs. Is vooral creatief. Weet, weet, waar, die, weet waar de knoppen zijn. En uh, praat veel over textgame en R&B music. <laughs> ja man, you know the vibes. Ja, yeah, you know the vibes man. DJ Mello, <laughs> ja, welkom. Toch? Welkom. Thanks man, thanks for having me man. Ja man, hoe voel je je nu? Uh, nu, ik ben nu wel ontspannen, man. Het is uh, natuurlijk, uh, je hoort het overal, iedereen zegt het, het een gekke periode waarin we leven. Maar we maken er het beste van, man. En ja. uh, weet je, je roept met de riemen die je hebt en uh, life goes on. Man. Ja, man. Sowieso. Het is, uh, het is, uh, het is bizar. Het ja. is bizar om dit te kunnen geloven, maar het is gelijkertijd ook weer een leerproces voor, voor velen. Klopt. Jij toch? Het is de tijd van creatief zijn. En waar vind je die creativiteit? Bij jezelf. Thuis. Thuis, uh, in je omgeving. En um, ja, jij bent zelf een radiopresentator. Ja, klopt. Um, heb jij dus voor bijvoorbeeld between the sheets al wel weer gemerkt van: oké, okay, wat zijn de solutions to, to make a radio in deze crazy era? Want we zaten ook een tijdje in een gesloten deur bij de studio, we ja, konden klopt, op een gegeven moment inderdaad. niet meer binnenkomen. Ja, true. Ik moet eerlijk zeggen, tijdens die periode dat we niet in de studie van oog uh, konden zijn, heb ik niet superveel gedaan. Misschien nee. dat het een beetje laziness was van mijn kant, maar ik had ook andere dingen gaande die mijn uh, aandacht uh, vereisten. Dus wat, toen hadden we ook eventjes een beetje een uh, radiobreak. Ja. Maar de mogelijkheden zijn er wel in ieder geval. Stel, het zou weer gebeuren wat ik zelf niet verwacht, maar in theorie... Weet je wel, stel we zouden weer om een bepaalde reden niet in, uh, in de studio kunnen van Oog Radio... dan uh, zijn er wel mogelijkheden om episodes op te nemen. Ja, Weet dat je? Dus uh, ja. Uh, ja, je kan dingen via Zoom doen. Uh, heel gezellig is het niet, maar het kan. En mixes opnemen en dan naar de radio sturen. En uiteindelijk, uh, wij uploaden ze ook op onze platforms. Ja. Dus uh, ja, het kan. Ja. En voor de mensen thuis die nu zeg maar voor het eerst luisteren, daar heb je toch al heel vaak mee te maken. Mm -hmm. DJ Mello die heeft een eigen radio show. Between the sheets heet het. Het is een RB Slow Jams. Yes. Het zijn uh, pillow talks shows. <laughs> het zijn uh, muziek wat voornamelijk draait om RB en slow jam muziek. Ja, klopt. Dus uh, het gaat uh, ongeveer tot aan denk ik jaren negentig tot heden muziek. Ja, tot goed? de 19's ongeveer. We hebben afgelopen seizoen hebben we wel meer de nadruk gelegd op nieuwe releases. Ja, want vooral in 2019 heb ik gemerkt dat het echt een, een resurgence-jaar was voor RB. 2019 was heel erg een sterk jaar voor RB en dat, uh, dat ging ook wel een beetje door in 2020. Dus er komt constant heel veel toffe muziek uit in RB. Het is nog steeds minder dan hip-hop, uh, maar alsnog heb je regelmatig gewoon hele toffe releases. Uh, die je kan feature. En ja, ja. natuurlijk, RB is er gewoon een tijdloze genre, eigenlijk, weet je. Dus uh, regelmatig uh, gaan we wel gewoon terug naar de throwbacks. Uh, want ja, het zijn klassiekers voor een reden, snap je? Dus... Ja, 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 goed. En dus ja, jij, jij bepaalde bent... nieuwtjes en zo gaan we ook een beetje bespreken. En shit, sommige topics op uh, het gebied van daten en dat soort dingen. Ja. Dus ja, probeer een beetje, een beetje verschillende dingen te behandelen tijdens zo'n show. Ja. Hoe heb jij eigenlijk uh, teruggekeken naar RB? RB 2019 bijvoorbeeld. Nee, 2020. 2020 was uh, iets minder dan 2019, maar 2019 was wel echt een heel bijzonder jaar, vond ik, voor, uh, voor de RB-scene. Ja. Maar 2020 kwamen wel gewoon heel, heel veel toffe tunes voorbij, toffe projecten kwamen voorbij. Um, natuurlijk had je ook wel bepaalde momenten in in de culture uh, zoals bijvoorbeeld uh, August Sina met zijn entanglement ding <laughs> of, uh, of het uh, hele incident met uh, Tory Lanez en uh, met ja, The man. Stallion. dat was ook gewoon heel bizar weet je wel dat is ook een ding waar ik het vaak over heb gehad tijdens de show uh, het is zo bizar dat iemand gewoon als Tory Lanez gewoon van top of the world kan gaan gewoon qua hip hop en R&B is hij gewoon on top Weet je, vers van zijn chick album en dan gebeurt er zoiets. Ja, nog steeds is er niet super veel duidelijk wat dat betreft, wat er echt gebeurd is. Maar ja, wat een moment was dat. Ja, 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 daar, daar, daar komen we zometeen nog wel even op terug over Tory Lanes. En, en voor de mensen die dus nu echt luisteren en gewoon op play hebben gedrukt, want dit is uh, wat, wat ik en DJ Mello um, nou eigenlijk gewoon jaarlijks doen, sowieso minimaal jaarlijks. Is dat wij altijd terugblikken naar muziek van afgelopen jaar? En dit keer is het. Um, we zitten nu in 2021. Normaal zouden we eigenlijk al in 2020, einde van de maand, terugblikken naar. Uh, 2020. Maar oké, okay, we zitten nu in 2021. Maar we gaan terugblikken. Maar dat is de eerste week nog maar. Dat kan ja, nog wel. Ja, dat kan nog wel. Dat, 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 is, gewoon, uh, dat is gewoon cool. Maar um, ja, het was uh, vooral een jaar waarin. Veel artiesten. Althans, als we, als we even bekijken, ik bekijk het meer vanuit het rap, nu mm -hmm. even. Um, zowel Nederlandstalig als internationaal. Het was het jaar waarin veel mensen een wake-up call hadden. Zo van, oké, okay, als ik muziek maak, dan moet ik wel muziek maken wat boeit, maar dan moet ik ook muziek maken wat dicht bij mezelf zit. En ik denk dat dat het jaar was. Het jaar van hé, hey, nu laat ik even zien waar ik Daadwerkelijk vandaan komt, snap je? Want er waren op een gegeven moment weinig clubtunes. Uh, er waren steeds meer muziek in combinatie met veel raps en rijms. Ik was, ik, was, ik was wel bijzonder blij, zeg maar, dat, dat dat er was. Omdat ik zoiets had van: Dit is al iets wat heel lang, voor mijn gevoel, heel lang geleden al niet meer is gedaan. Ja, snap klopt je? inderdaad. Ja, dat is wel een ding inderdaad. Want vooral in Nederland zag ik dat heel erg. Dat er muziek werd gemaakt voor de clubs met een bepaalde formule. Ja. En als de clubs van je af worden gepakt, oké, okay, dan kan je wel die tunes maken, maar dan heeft het niet echt het resultaat wat je normaal zou hebben. Ja. Dus wat ga je dan doen? Dus dat, dat, dat was echt de kans, inderdaad, om gewoon meer uh, muziek te maken wat dicht bij jou is. Wat ja. uh, gewoon true voor jou is en wat je zelf altijd al doop had gevonden om te maken. Ja. In plaats van, ik moet dit maken, want dit is. Uh, wat mij shows gaat opleveren, snap je? Uh, dat vond ik uh, best wel dope inderdaad. En ook in de Amerikaanse scene zag je met alle gebeurtenissen... die uh, plaatsvonden wereldwijd en in Amerika... Uh, dat uh, mensen gewoon een beetje meer uh, conscious muziek gingen maken. Ja. Gewoon over, de, over dingen die daadwerkelijk de maatschappij heel erg beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld... Uh, het incident met George Floyd, weet je wel? Uh, yeah. De Black Lives Matter-movement, uh, um, de hele COVID uh, bullshit, weet je wel? Dat heeft natuurlijk ook gewoon invloed op jou als persoon, um, mentaal ook heel erg. En mental health is ook een ding wat heel erg naar voren kwam, um, omdat veel meer mensen ermee te maken hadden. Weet je, normaal gesproken je was gewoon vrij. Je had ook een veel drukker programma omdat je veel meer activiteiten had. Uh, Klopt. In, uh, in, Klopt. In, in je gemiddelde week. Veel van die activiteiten waren buiten huis. En die zijn er nu niet meer. Of in ieder geval uh, nu niet. Die zijn wat beperkter geworden. Ja, veel beperkter, inderdaad. Behalve als je in Atlanta woont, in uh, Miami, maar dat is uh, een heel ander verhaal. Of als je in Dubai woont. Ja, inderdaad. Want blijkbaar is heel Nederland, uh, heel de Nederlandse urban scene is in fucking Dubai. En ik wil daar nog steeds een keer heen, maar ik zie boy elke keer daar. Sowieso, laat even plek over voor mij, man. <laughs> Weet je? Ja, eerst was het. Uh, we gaan. Uh, hè, dat was dus met de DJ's. We gaan met z'n allen op vakantie naar Bali. Ja. Alsof het. Uh, Schoolkamp is. <laughs> ja. hey, nee, no, no, no joke. Meditatiekamp. En nu is het, hé, hey, we gaan naar Dubai. Ja. Weet je? En, um, ja, kijk, ik geef veel mensen ook geen um, ongelijk. Weet je? Van um, als artiest uh, kost het sowieso heel veel tijd en energie... ...om muziek uit te brengen. Maar je moet ook uiteindelijk weer een creatieve vibe vinden van... ...hé, hey, waar... Kan ik het beste dingen eruit halen? Sponsordeals worden minder. Uh, wat wordt nog meer minder? Er zijn veel dingen wat minder worden, want optredens valt al weg. Weet je, voor, uh, in, in, in sommige artiesten hebben nog niet eens een goede deal mm -hmm. met uh, plaatlabels of met publishers. Sommigen zitten net in dat deal van oké, okay, we gaan nu lekker verdienen. En dat, val, dat is nu zeg maar, een soort van gehalveerd, of, of uh, het is een beetje wegvervaagd het is een moeilijk jaar geweest voor veel, veel artiesten die het gevoel hadden van, hey, I'm gonna make it. Je yeah. weet toch? En artiesten die het hebben gemaakt, ja, die hebben maar één last gehad en dat is eigenlijk het niet meer optreden. Mm -hmm. Snap je? Er zijn sommige artiesten die hebben gewoon een goede deal met de muziek uh, distribution platform, like Spotify, Apple Music, of uh, een Deezer, of whatever. Wat er ook is. Je weet toch? Uh, uh, Sommigen hebben ook een een hele sterke deal met Buma... van oké, okay, als ik muziek uitbreng... weet je... en, 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 en het wordt gedraaid... bij een uh, commerciële station. Weet je, ik word vaak gedraaid. Ja, dan verdien ik ook wel wat. En vooral als het uh, ochtendshows zijn en zo. Je weet toch, mm -hmm. ochtendmiddagshows. Ja. Um, ja, goed. Dat, 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 dat blijft zo. En weet je, je merkt nu wel... we zijn nu veel meer in een digitale tijdperk. Heel veel artiesten... Uh, buiten onze genres heen. Die hadden altijd voorheen een deal met een pompstation of met Kruidvat of met CNA ja. of met whatever. Ik, ik wil eigenlijk geen name-droppings doen, maar die hadden altijd een deal met een grotere commerciële partij en die kochten altijd CD's op. Ja, klopt. En dan ja. waren ze goud of waren ze platina. Ja. Met een paar CD's verkopen in de winkel. Ja, dat uh, had Jay-Z ook een keer gedaan. En U2 ook zelfs. Als je, dat was met Samsung volgens mij. Ja. Dan kreeg je gewoon dat album samen met je Samsung-telefoon. En daar hadden ze een miljoen telefoons verkocht of zoveel. Was ja. hij in één keer de eerste dag Platina. Dus is dus wel slim. Ja. ja, Steve Jobs was bijvoorbeeld een fan van uh, U2. En die heeft gewoon volgens mij ook echt gewoon een request gedaan. Van hey, zou je weer een album willen uitbrengen? En uh, die krijgen mensen als bonus mee. Zo van, zo werkt... Het. het was eigenlijk meer van mijn favoriete band. Maar tegelijkertijd ook zo van... Zo werkt het als je je muziek wil pluggen op jouw telefoon. Mm -hmm. Op zich best wel goede marketing. Maar ook gelijk een, een goede visie van zo'n persoon... Die, die een iPhone ter wereld heeft gebracht. En uh, ja, genius. Genius. Gewoon dope. Ja man, en, en, en ja, de scene, de coach waarin we inzitten, het, het was vooral wel heel erg beperkt. En uh, ja, ik was, ik was uh, verrassend blij dat ik veel creatief, uh, artiesten zag die op een gegeven moment gewoon creatief waren, anders omgingen met hun releases, veel contact zochten met het publiek, veel live gingen. Ja, en dat klopt. zag je ook. Live, je. Het was echt het uh, jaar van live gaan, man. Ja. Sowieso ja. quarantine radio, weet je, dat soort dingen. Ja. Of uh, DJ's die gingen livestreamen. Shout-out naar Mani. man. Die, 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 ja, ik, moet, ik moet zijn naam wel even droppen, want uh, dat is uh, een van de weinige mensen... die eigenlijk al vrij vroeg een oplossing bedacht van... oké, okay, ik ga via Twitch, ga ik iets doen. En hij is nu volgens mij een officieel partner met Twitch. En okay. daar uh, verdient hij ook wel wat aan. Um, Abstract doet ook iets met Twitch. Klopt. Zo, zijn, uh, zo zijn er nog meerdere mensen die iets daarmee doen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een dj van... Die is eigenlijk ook wel vrij vroeg met livestream begonnen. En ja, mensen konden altijd requests droppen. En hij was altijd zo creatief mogelijk. Oh, dit wil je? Staat ergens op mijn whifflist. Kom goed. Ja. En dat vind ik ook heel mooi hoe hij zo snel schakelde. Weet je, en, en, iedereen zocht zijn manier om nog in de game te blijven. Het was ook een soort van sport. Het was ook een soort van sparren. Het was ook leuk om naar te kijken soms. Ja, klopt. Dus weet je. En. en uh, ja, mensen deden hun best. Op een gegeven moment hadden we ook wel uh, evenementen, terreinen, wat open ging. Vooral in uh, dinnerclubs of, of in poppodia's, concertzalen. Er ja. werden ook dingen georganiseerd, maar mensen mochten bijvoorbeeld niet meer staan en dansen. Nee, ik klopt. Er was inderdaad toen een soort van troostprijs. Dan mocht je wel inderdaad een tafel reserveren en dan mocht je daar blijven zitten. Er ja. konden maar zoveel mensen naar binnen. Maar het was nog een soort van poging om. Wel dingen te blijven organiseren. Alleen ja, ja, op een gegeven moment werd er ook de stekker uitgetrokken, man. Ja, dat, is ook, dat was ook wel zuur, man. Ja, ja dat was dat is echt dat een knockout punch, man. Dat is echt. Uh... Ja, ja, absoluut. En um, ja, ik merkte bijvoorbeeld ook wel met, met uh, Break North, dus de show wat ik presteer, hip-hop show. Ik merkte ook van, ey, radio maken gaat niet zoals het is. We kunnen de studio niet in. Hoe gaan we het dan doen? Weet je, want de radiostudio, oogradio, dat heb je net benoemd, was gesloten. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam Lopro met het idee van... Hey, ...we kunnen ook gewoon een gesprek voeren via Zoom. En heel eerlijk gezegd dacht ik... ...hé hey man, superleuk via Zoom. Alleen ja, technisch gezien dan moet je weer knippen, plakken... ...en dan moet je weer een tijdstip bedenken. Mm -hmm. Ik ging er niet altijd lekker op. Totdat ik dacht, even kijken... ...wat mijn portemonnee gaat zeggen. <laughs> en toen kocht ik deze podcast set. Ja. Snap je? En deze podcast set kan heel veel. En uh, ei, dat, is, dat heeft mij ook weer wakker gemaakt. Het is, een, Je kan het zien als een investering... ...maar het is meer van... ...I love it. I love it to have it. Ja, toch? En uh, dat ding kan meer... Ik heb niet alleen nagedacht van... ...oké, okay, podcast opnemen. Ik heb nagedacht over van... ...oké, okay, hoe, hoe kan ik muziek hier opnemen? Hoe stuur ik het uit... ...naar de monitor speakers Dat zijn dingen... ...waarvoor ik heb nagedacht. Dus dit was voor mij wel het jaar van creativiteit. Weet je? Maar... ...los van dat... ...ja man, het was wel even zuur... ...om, om weer een show te creëren. Kijk, ik mis het MC'en. Mis ik wel. Ja. Maar aan de andere kant... Dat podcastapparaat wat ik nu voor me heb, waar je ook nu naar zit te kijken, dat heeft mij weer tot denken gebracht. Ja, het precies. heeft ook weer aangegeven van hé, hey, Promario, dit moet je nu parkeren als MC zijnde op evenementen. Nu ga je gewoon meer focussen op maken van podcasts of produceren voor een ander. Klopt, Snap je? ja. Dat was inderdaad ook het ding van, kijk, het uitvoerende, wat je normaal gesproken doet. Dat uh, kon niet afgelopen jaar, maar dan nee. had je wel de mogelijkheid om te kijken van hé, hey, wat heb ik altijd al willen doen? En daar, daar had je dan de tijd voor. Snap je, voor mij was het bijvoorbeeld produceren. Ik produceerde al wel een paar jaar, alleen ik heb nooit echt die voortgang gemaakt die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Snap je, mijn dus, kwaliteit uh, in mijn ja. beats waar, is in één keer wel gewoon flink omhoog gegaan tot het punt dat ik dacht van oké, okay, ik heb nu genoeg vertrouwen in mijn beats om die naar artiesten te sturen. Ja. En ik heb ook van meerdere mensen positieve feedback gekregen. Ik heb mijn eerste, mijn eerste track is eigenlijk uit. Uh, voor een artiest. CZ natuurlijk. Shout out naar CZ Ja, man, shout out CC Your track is uh, 3 am in quarantine. Dus uh, nu helaas wel weer van toepassing. Maar het is wel dope tune. Dus check die shit op Spotify. Ja. En dat is dan voor afgelopen jaar mijn eerste productie die online is gegaan. Lekker, en, hè? Uh, ja. Voor, voor mij is het dit jaar van ja, daarmee ga ik sowieso harder, man. Want ik heb, ik heb die kennis nu en ik heb uh, hier en daar connecties en mogelijkheden om dingen te doen. Mm -hmm. Dus da dat is ook iets wat ik meer ga uitbuiten. Ook als draaien wel weer terugkomt, ja. dan is het wel gewoon een ding wat ik ga blijven doen. Ja, sowieso. Ja, dat, dat, dat is het zeker. En het is ook, jij ja, toch, nu staat het gewoon worldwide op het internet. Ja. En um, ja. Het is gewoon een achievement, man. Zie, zie je ook wel waar het allemaal wordt gecheckt? Um, ik zelf niet. KCZ heeft hem geüpload uh, via zijn uh, distro-kit. Dus die city-stats wel. Maar volgens mij is het wel... Het is natuurlijk grotendeels Nederland... maar er zijn ook wel op andere delen van de wereld... ook wel Duitsland veel, volgens mij. En ja, maar ja. voor de rest is het ook wel een beetje verspreid over de wereld. Dus uh, hij doet het wel redelijk, man. Ja, want volgens mij kun je nu, als het goed is... Ja, daar, heb dus dus, uh, daar ben ik dus dus. Daar ben ik niet de echte man in. Maar uh, ik heb begrepen, als jij je, je... Je kan nu tegenwoordig aanmelden als, als uh, beatmaker. Van dat je muziek hebt gemaakt. Mm -hmm. En dan kun je ook gewoon zelf zien. Van hoe vaak die is gecheckt. Jouw producties of whatever. Dus. Ja, daar heb ik mezelf nog niet in verdiept. Volgens mij uh, was dat, Tenminste, ik dacht dat het eerst alleen maar bestemd was voor de artiesten. Ja, maar, nu ook uh, tegenwoordig volgens mij voor producenten. Ja, want ik uh, lees wel regelmatig dingen dat de producers steeds meer credit gaan krijgen. Natuurlijk, je krijgt nu ook al credit in uh, de Spotify credits of gewoon welke ja. DSP je ook gebruikt. Um, alleen straks zou je bijvoorbeeld ook in Spotify kunnen klikken op de naam van de producer en dan zie je ook alles wat uh, die producer heeft geproduceerd. Ja. Snap je? Dus dat, dat zou ook wel vet zijn uh, als je bijvoorbeeld straks op mijn naam klikt. Dat, dat zie je, oh, geproduceerd door DJ Mello. Dus dan klik je op DJ Mello, zie je een hele lijst van wat ik allemaal heb, heb geproduceerd. Ja. Dus dat is een ding uh, wat ik heb gelezen dat ze wel gaan doen. Ja, ja, Spotify is daar wel mee bezig. Als het goed is, uh, kan dat al lang al via Apple Music, maar dat is meer een Mer Amerikaanse uitrol-ding of zo. Mm -hmm. Maar ja, weet je, langzamerhand komen dingen ook vanzelf, weet je. En, en, en het uh, is all good. Ik denk als ze je naam intikken, zien ze meteen al hey, uh, 3 am in quarantine. Dus, uh, dus uh, ja, sowieso, big up, man. Ik vond die productie ook hard. Ja, nou, thanks, kracht. man. Ik, ik thanks. ging er echt lekker op. Sowieso, shout out naar CZOA, want die ene laatste tune die hij heeft uitgebracht, ja. joh. Sew. So. Ja, die is ook al dik. Ja, 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 sowieso. Ik, uh, ik, uh, ik, heb, ik heb deze twee tunes wel op mijn bibliotheek staan, man. Dus ik kan er wel naar luisteren. Maar ja, man. Ja, hij is altijd creatief geweest. Dus het is ook wel een super talent. Ja, dat sowieso. Maar hij is ook wel een beetje ondergewaardeerd, vind ik. Want mensen die uiteindelijk wel checken, die worden vaak wel fan. Maar hij is nog niet echt zo big dat je gelijk aan hem denkt of zo. We need to push him, man. Ja, toch? Dus mensen, check it. CZUR. Dus C-dubbele E. ZY Spatie, U, Yes. Zoek hem overal. Gratis en voor niks. Yes. Ja. Abonneren, volgen, geef hem die like. En uh, vergeet ook niet te abonneren op de Balans Podcast. Ja, man. <laughs> ja, 100. Ja, nee, uh, ja. Uh, artiesten, man, dat is, dat, is, dat is te gek. Want welke release is jou eigenlijk wel een beetje bijgebleven? Um, van afgelopen jaar. Kijk, sowieso Paap Smoke. Rest in Power. Rest in Peace, Pop Smoke. Uh, ik, vond het, uh, ja. ik vond het een heel doop album. Ik moet zeggen. Ik was niet 100% tevreden. Komt, omdat uh, het, ik vond het wel doop dat hij meer ging doen dan alleen maar die drill drilltunes. Ja. Uh, dat hij meer gewoon zich uh, ging ontwikkelen als artiest en zo. Alleen sommige tunes vond ik een beetje qua songwriting. Net een de beetje de naast. matig. Ja. Mm -hmm. Gewoon sommige samples die ze hebben gebruikt voor die RB tunes had ik zoiets van. Dit is het net niet voor mij of zo. Snap nee. je? Voor mij was het eerste gedeelte van het album echt super hard. Ik draai het nog steeds gewoon. En uh, ja, de rest was cool. Het is niet dat ik het echt haat of zo. Maar het was niet echt het perfecte album. En als je 50 ook volgt... dan kon je ook zien dat het proces gewoon niet helemaal vlekkeloos verliep. Dan kun je ook zien aan de cover die twintig keer is veranderd. Virgil Abloh die die vette bullshit cover had gemaakt. En zei 50 van no, fuck die shit. Weet je wel, en dan ging je in contest gooien van... ...joh, wie maakt de beste cover? Dus uh, het team van Paap Smoke heeft dingen ook een beetje, beetje slordig aangepakt. Klopt. Uh, maar over klopt. het algemeen, ik fucked wel heavy met Paap Smoke, man. Ik vond hem echt een hele toffe artiest. Uh, voor de rest, uh, dingen die Hitboy heeft gedaan, man. Zo! So, Hitboy, Hitboy heeft het uh, jaar echt gesmokt gewoon. Alles wat ja, Hitboy man. heeft geproduceerd. Normaal gesproken, ik heb niet echt tijd voor of dat, tijd. Ik luister normaal gesproken niet superveel Griselda, want luid erop echt 30 albums per jaar of zo. Ik heb geen <laughs> tijd voor die shit. Weet je? Maar het album van Conway, wauw. Ik had zelf gewoon zin om te rappen, man. Toen ik die shit hoorde, Conway is, hij is echt een machine. Vooral, vooral die, die met Days Love, waar Hip Boy op staat. Ja, klopt. Zo, ik Kippenvel, man. Ja, Benny de Butcher's album was dik. Big Sean, vond ik ook heel vet. Hij heeft, hij heeft hem echt overtroffen, man. Zijn, zijn, zijn Detroit thing. Dat de ik dacht van... Wow! Weet je, ik was alweer vergeten dat hij met Metro Boom in een album had gemaakt. Ja, dat album kon sowieso toen al rechtstreeks de prullenbak in. Want dit album vind ik best wel dope. Ja. Even kijken voor de rest. Uh, Aminé vond ik hard, man. Aminé, ja. Ja, Aminé. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik vond hem best wel hard. Ik ken hem eerst als een beetje een soort van die silly dude, weet je wel. Maar toen dropte hij die single Shimmy Shimmy. En ik dacht, yo, wie heeft hem boos gemaakt? En uh, dat album heb ik geluisterd. Ik vond hem echt heel dope. Uh -huh. uh, Naast vond ik dope. Ja. Hoewel ik ben niet per se vette Naas-fan Ik respecteer Naas, maar ik, het is niet dat ik heel veel Naas luister. Maar dat laatste album, ook weer door Hitboy gedaan. Ja. Uh, vond ik heel gruwelijk, man. Ja, en voor man. de rest, uh, ja, de laatste tijd ga ik een beetje op Jack Harlow uh, wel lekker. Het is een beetje eind 2020 uitgekomen. Uh, ja, zo uit mijn hoofd is dat mij het meeste bijgebleven, man. Ja, ik denk dat ik uh, een beetje bij jou aansluit. Ja, en Drake trouwens. Uh, gewoon zijn uh, dark, uh, dark Lane demo tapes, die vond ik uh, ook wel dope. Ja, ja, ik denk dat ik ongeveer ook wel echt bij je aansluit. Um, ik moet zeggen, uh, ik heb niet alles gecheckt van uh, Pop Smoke. Weet je, van, mm. van, van, van dat album wat Sisty Cent toch wel voor groot deels uh, als productie in op zijn rekening heeft uh, gezet. Maar ik moet zeggen, uh, 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 dat, 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 dat album van uh, Benny de Boetje yeah. met, met Hip Boy, Priceless. Je weet mm -hmm. toch, gewoon, dat ik dacht van, oké okay man, van A tot Z, ik heb hem, ge, ik heb hem, ik heb hem gewoon gerepeat. Yeah. Gewoon heerlijk. Wie ook best wel echt monsterlijk was, was Buster Rhymes. Ja, op zich Buster Rhymes, weet niet, ik, om een of andere reden kon ik het niet echt waarderen zoals andere mensen ofzo. Ja. Het is zo'n ding van, ik respecteer het wel, maar vind ik het echt tof om naar te luisteren? Ik vond het een beetje, het is gewoon heavy of zo. Het is moeilijk om naar te luisteren. Man. Vind ik zelf. Ja, ik snap hem ook wel, maar ik vond, ik vond in ieder geval. Um, kijk, hij heeft Extension Level Event 1. Ja. Die is Major Classic. Klopt. Daar staan echt release op waarvan je denkt van, wauw, Snap je? En dan kondigt hij eigenlijk aan Extension Level Event 2. Meestal is dat de meest gevaarlijke titel als je ja. deel 2 opnoemt. Ik heb dat gemerkt bij heel veel uh, artiesten. Maar er zijn weinig artiesten die daar doorheen zijn geslaagd. Als je kijkt naar Naas bijvoorbeeld, die kwam met Illmatic, Major Classic. Mm -hmm. Later, een paar jaren later, kwam hij met Stillmatic. Stillmatic no. is eigenlijk ook het vervolg van Illmatic. dat is mijn mening. No. Major Classic. En als ik zo weer check van wat Bastion Rhymes heeft gedaan. Want Bas Rhymes heeft heel lang lang geen album gedropt. Want hij heeft um, 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 voor Extension Level Event Back on My Bullshit gedaan. En wat na Back on My Bullshit was die mixtape met, met Q-tip. Ja. Yeah. Of Abstract on Vacation. Dat um, is mixtape. Weet je, mixtape moet je ook. Vind ik persoonlijk moet je ook van elkaar scheiden. Alleen mm -hmm. als ik kijk naar album-wise. Jij bent al zoveel jaar uit de game. Jij trapt in één keer die deur open van. Hé, hey, ik laat jullie zien. Weet je, uit mijn era: hip-hop never dies. En <tacht> later had ik ook een gesprek gehad met iemand hierover. En vooral uh, dat uh, song die hij heeft uitgebracht. In het begin vond ik het vet, die nummer met MLP. Mm -hmm. Toen diegene dat mij zei. Vanuit een ander perspectief, ging ik ook naar zijn idee luisteren. Dat ik dacht: van, Oh ja, man. Hij werd met Rock Wilder. Rock Wilder is nog een beetje vast blijven hangen. in de tijd van Redman. Let's ja. Get Dirty. Toen dacht ik: Ja, man. Het is eigenlijk best wel leegte. voor de tijd van nu. Maar als ik kijk naar de guest appearance die hij erop heeft gezet. bijvoorbeeld zo'n Rakim. Mm -hmm. en dan denk ik: Hé, hey, gruwelijk. Uh, hij heeft uh, 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 de, de wo gezet, weet je? Um, out of my mind. Ja, uh, klopt. Snap je? Die van Poison. Mm -hmm. uh, hij heeft, welke mens? rap Rapsody komt daar Rhapsody, zo ja, klopt. gruwelijk. En, en um, hij heeft op een gegeven moment uh, een Michael Jackson sample eruit gepakt. Ja. Yeah. Weet je? En die heeft hij dus weer verwerkt op een Kendrick Lamar song. Ja. Mm -hmm. Veel mensen die Ken Lamar kennen weten dat Ken Lamar zwaar inspired is door Michael Jackson, sowieso, 100%. Maar veel mensen hadden het, sowieso. Maar hij heeft Ken Lamar gewoon weer op zijn best laten rappen op zijn tracks. Ja. Dus hij heeft mensen uitgenodigd, maar hij heeft gewoon tegen zijn mensen gezegd: hé, hey, de kwaliteit, we praten over Extension Level Event 2 dus we moeten weer op dat niveau zitten, dus kom je op mijn track is het niet? Rotzooi, het is ja, precies. bombing en die nummer met Rick Wars ook, weet je? Ja. Nee, maar ik vond dat album vond ik wel vet. Uh, ik heb hem heel vaak gecheckt. Het Enige wat mij een beetje heeft afgeknapt was, hij komt steeds meer met een nieuwe albumversie. Dan ja, was het volgens mij had hij echt drie, vier keer een deluxe uitgebracht. Reloaded, ja. deluxe. Weet je, dat super, van, deluxe. super Deluxe. Toen had ik zoiets van: hé, hey, dat vind ik jammer. En wat ik nog jammer vind is dat hij zijn zoon pas op de Super Deluxe version heeft gezet. Of gewoon de Deluxe version, weet mm -hmm. je. En flip, flip mode Squad ook. Dat ik denk van: ja, maar je zoon is al lang bezig. Weet je, die had al lang eigenlijk een shine uh, uh, horen te pakken. Ja, die met Vibes Cartel stond ook op de Super Deluxe, volgens mij. Ja, ja die vond ik ook niet zo sterk. Nee, klopt. Die was ook niet echt mijn favoriet. Maar voor de rest, ik dacht van oké, okay, ik vond het weer even fijn om naar een oud vertrouwd bas baster te luisteren. Mm -hmm. Want soms is dat even nodig. Ik vond T.I. met Libra, vond ik ook wel dope. Ja, die was vond, ook wel dope. Hij had wel weer te veel guest appearance. Nou, ja, was ook een lang album. Ja man, en uh, eigenlijk uh, die single van Drake vond ik stiekem ook heel leuk. Uh, Popstar. Popstar, ja. Yeah. <laughs> DJ Kellen en vooral die clip, weet ja, je? Ja, Dat die clip van... was wel tof. Ja, hoor. hij heeft, ja, die, 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 die tune heeft hem gewoon sowieso gemaakt. Um, ja, wie nog meer, ik, ik denk, ik mag eigenlijk niet scrollen, maar ik... Dave East kwam ook weer met een uh, Karma. Karma. Karma, die vond ik een beetje meh, man. Uh, ik vond uh, alleen die nummer met Pop Can Dope. Oh ja. Uh, de Lux, weer de Comeback, vond oh, ja, ik ook cool. hard, waar, daar zat DMX op. Ja. Dat was ook de enige tune die ik echt veel heb afgespeeld. In eentje met productie van Large Profession. Featuring. Volgens mij was het Conway The Machine of was het Benny de Butcher? Mm -hmm. Nee, of Westside Gun. Westside Gun op Dat was ook een van de tunes die ik wel eens heb afgespeeld. Um, wie nog meer? Ja, Big Sean. Big Sean was uh, sowieso uh, favorite voor, 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 voor mij dan in ieder geval. Ja, ik vond het uh, van Big Sean ook echt super dope. Ook omdat hij gewoon meer kwetsbaar was ja, toch? en persoonlijk en shit. Uh, ja. Eminem heeft ook gedropt trouwens. Vond ik zelf ook best wel cool. Ja, vond ik ook cool. Vond en ik moet cool. zeggen, nou, Jack Harlow had ik al gezegd. Uh, ik moet zeggen, ik ben meer uh, UK shit gaan luisteren man, afgelopen jaar. Uh, best wel... Uh, dus wat artiesten die ik doop vond, een beetje MoStack, uh, Heady One, weet je wel? Uh, het album van Heady One vond ik sowieso dik. Ja. Yeah. Uh, maar ik ben ook wat meer oudere UK shit gaan luisteren en zo. Oh ja, yeah. Delsa Curry. Delsa Curry kwam met um, Kenny Dope of Kenny Beat. Ja. Yeah, um, wie, 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 wie? wie. Er was nog geen. Um, die Smoke kwam ook nog. Oh ja, yeah. Reason. But, Reason was ook hard. Ja, yeah, Reason. Reason van TDE, toch? Ja, yeah, klopt. Ja, man. Ja, gruwelijk. Dat ik dacht ook van oké, okay, ik ben even Kendrick Lamar vergeten, man. Jij toch? Dat ik dacht van oké, okay, eindelijk, nee. eindelijk bloot iemand, maar dat is ook gewoon pure interesse. Maar die is altijd bezig met quality. Ik dacht, oh, eindelijk heb ik een, 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 een artiest die nu even mij Kendrick Lamar laat vergeten. Ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Dus ik was al niet meer bezig met een nieuw album voor Kendrick Lamar of zo, weet je. Um, ja man, het was het was, een het was, het was, uh, bijzonder, bijzonder jaar. Uh, had Future niet dit jaar een album? Ja, ja hij had ha sowieso I eentje met... Uh... Eye of Life, volgens mij. Uh -huh. Eye of Life, dat was zijn album. Die was ook niet zo'n succes trouwt. Nee, klopt inderdaad. En hij had laatst ook nog eentje met, uh, met Lil Uzi Vert, maar ik heb die gewoon geskipt man. Ik heb geen zin in twintig keer die tune. Metro Boom en 21 Savage dan? wat vond je die dan? Die vond ik ook matig, man. Eerlijk, niet om te haten of zo, maar ik snap niet wat the fuss is all about. <laughs> Want, um, <laughs> begrijp me niet verkeerd, er zitten wel een paar toffe tunes op. Um, maar ik vond, ik vond het gewoon matig, man. Ik vond hem wel vet. Ja, was, ik zat er wel in, Sommige nummers vond ik wel echt, uh, ja. dat ik denk van, ah, dit is wel dope, maar ik hoef niet het hele album te horen, weet je. Ik weet ook niet, het is niet om te haten of zo, maar gewoon, ik vond de productie niet zo indrukwekkend. Zeker als je het vergelijkt met Hit Boys en shit. Uh, 21 heeft wel een paar toffe tunes, maar ook niet dat ik denk van, yo, dit is echt greatness of zo. <laughs> ik hoor je, man. Ik hoor je, ik hoor je, ik hoor je. Ja, ik, ik weet niet, man. Ik, ik zat er wel lekker op. Weet je wie ook heeft gekild? Jeezy. Uh, ja, man. Ja, die, die was ook al nice. So, ik ging daar wel loco op. Ja, ik vond hem wel, uh, ik vond hem wel hard. Dit was, dat, dat was ook eentje die, die, die ik ook wel drie keer heb gecheckt of zo. Mm -hmm. En uh, normaal check ik Jeezy één of twee keer. Dit keer was het echt van: ik heb hem vaker afgespeeld. Yeah. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat hij dit jaar echt wel betere muziekkeuze had op het gebied van alles. Ja, het, klopte, klopt. het klopte bij mij gewoon. Ja, het was gewoon tof geproduceerd inderdaad. Ja. Ja, en, 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 uh, en uh, op het gebied van Nederlandstalig vond ik Idali een van de grotere winnaars. Ja. Dat is, mijn, dat is, dat is hoe ik erover denk. En. Um, ja, uh, ja Frenna. Het is niet hip-hop, maar Frenna was ook wel daar. Zeg maar met uh, het album, onderweg naar een album. Sommige nummers vond ik wel dope. Zoals bijvoorbeeld. Um, even nadenken. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, Monidea, Maar die, die heeft hij al heel lang uitgebracht. Mm -hmm. Blessings met Spanker. Even kijken. Um, Mommy So Bad. Die heeft hij ook al heel lang uitgebracht. Maar ja. weet je, dat vond ik dope. French Montana was ook wel aanwezig trouwens. Die CB5. CB5, Cookboys 5 toch? Ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Het was niet mijn favorite. Maar er zaten wel wat dingen tussen van. Goed zo, French. Je ja. bent er. Je bent er. Je bent er in ieder geval. Ja. Ik vond het een beetje te veel uh, French. Of nee, weet je, weet je wat ik jammer vond van French? French begon goed met Excuse My French. Snap je die album die, ja. die, die hij eerst had uitgebracht via mm -hmm. Bad Boy? Daarna kwam dat nummer zoals Unforgettable. Ja. Nou, dat, dat liet hij al een beetje merken: van oké, okay, ik ben wel geïnteresseerd in Afro. Op een gegeven moment kon hij weer met een nieuw album. En toen had ik zoiets van, of met een paar tunes... Toen had ik zoiets van... Heb jij in Marokko goed geluisterd naar Lijpe? Of ja, Ismo? Of zo. Echt, Snap hè? je wat ik bedoel? Ja, ik moet zeggen dat het vorige album van Montana... Daar stonden wel een paar nummers op, die vond ik wel hard. En dat waren van die Harry Fraud-producties. Ja. Die waren wel dik. Maar van het laatste album... Oké, okay, sommige nummers waren wel tof... Maar niet één daarvan is me echt bijgebleven. Dat ik denk van... Yo, die nieuwe French Montana, man... Nee, nee denk, van dat nee. gevoel had ik er niet bij ofzo. Ik ook niet, trouwens. Ik, ik zeker niet. Ik had echt zoiets van: hé, hey, maar jij gaat steeds meer. En ik had het al door van: ik had het al heel lang al door, maar ik had zoiets van: hé, hey, maar jij gaat steeds meer richting. Um... Jij bent te veel, volgens mij, in Marokko gebleven. En je hebt gewoon gecheckt van wat voor achterban Lijpen Ismo heeft. Daar ben je meer op gaan. Fuck, ik snap het ja, ook maar wel. Hij heeft Unforgettable ondertussen ook iets van 4 keer aangemaakt of zo. Dan heb ik zoiets van: oké, okay, ja. je hebt één map met die soort beats, maar die hoef je niet per se helemaal zelf te gebruiken of zo, snap je? Ja. Die vond ik wel jammer. En uh, ja, man, dat, 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 dat zit bij mij wel een beetje in het internationale, in, internationale muziek. Ja. Ik moet wel zeggen dat. Uh, 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 moet je um, ADHD-vent. Hoe heet die vent? Um, lot, nee, Lotto. Uh, lotto. Um, Joyner Lucas. Voor, oh ja, ja, ja. Ja, weet je? Amazing. Ja, klopt. Hoe hij toch wel weer, toch wel weer ku heeft kunnen flippen, man. Snap je? Mm -hmm. En het was ook het jaar van Versus trouwens. Ja, klopt man. Ik vond het best wel tof. Ja. Vooral, vooral vanaf het moment dat ze dat een beetje goed gingen organiseren. Snap je? Ik heb in het begin een paar gezien, dat was echt een zootje ongeregeld, man. Ja. Maar uh, op een gegeven moment, toen ze echt gewoon een beetje structuur erin hadden, weet je wel, zetten ze DJ's van tevoren neer, een beetje opwarmen en shit. Uh, dus dat, dat vond ik best wel tof. Ja, man. Ja, ik ging helemaal stuk met die Teddy Riley en Babyface. Ah, ja. <laughs> ja, op een gegeven moment uh, ja. had ik ook zoiets uh, zijn ze al bezig of wat? En blijkbaar waren er veel technische problemen. Ja. Maar Teddy Riley had het echt veel te groot aangepakt. Alsof hij in een stadion, volle stadion stond of zo. Weet je, je moet gewoon op play drukken man. Dat is het. Ja, en, ja. en, 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 en Dingens had ook wel te groot aangepakt. Nelly. Ja. <laughs> die, had hetzelfde, die had hetzelfde probleem. Ja, klopt. Zijn internet was inderdaad fucked up. Maar ik vond die van uh, T-Pain en Lil Jon, die vond ik tof. Mm -hmm. uh, die van Neo John to Austin vond ik ook heel dope. Ja. Uh, ik kijk welke vond ik nog meer vet. Maar sowieso wel wat, uh, gewoon wat gezellig. Die van Snoop en DMX, die was sowieso toch. Die, die was major classic. Ja, die was major classic. En die eerste eigenlijk, Rizzo met DJ Premier was, ja, nog was ook Ja, die was ook dik inderdaad. Maar Primo had eigenlijk al, denk ik, bij twintig bij, 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 bij ronden, ook gewoon gevarieerd, had iemand gewonnen. Maar toen die extra verlengd werd, trok ik zoiets van: Rizzo, you are killing right now. Yeah. Ja, gewoon sick. Hij heeft hem helemaal geoond. En, en uh, ik vond die dancehall-version ook wel hard. Ja, Bini Man, Bouty Killer. <laughs> ja, uh, heb, ik heb er wel een stukje van gezien. Die was wel uh, grappig inderdaad. Van begin tot eind heb ik die gecheckt. Ik ja. heb zitten lachen. <laughs> weet je, politie komt binnen. Bini Man zegt gewoon... Hé, hey, luister dan. Ik snap dat jullie uh, hier zijn. Of zoiets. Ik weet niet meer hoe hij dat zei. Maar hij gaf gewoon aan van... We zijn nu aan het livestreamen, hè? <laughs> je mag komen kijken. Maar dan... Uh, heb je heb je vijanden voor je en dat toen ging de politie weg. Ja. Daar komt het op neer. Ja, die was die was die was echt zit. Wat man? Nee, maar deze kijk, ik zeg je eerlijk, Versus is dope. Maar ja, het is natuurlijk gewoon tof uh, om te vermaken, maar je hebt ook soort van echt een battle-element. Ja. Want je moet ook een beetje nadenken als artiest van wanneer ga ik welke tune inzetten. Weet je, want misschien heb ik wel meer hits dan die anderen. Maar als ik ze verkeerd inzet, dan verlies je wel te veel rondes. Bij Klopt, wijze van. Man. En tuurlijk is winnen niet super belangrijk met versus. Maar het is wel grappig. En het geeft ook een beetje die legacy artiesten uh, ook weer de aandacht die ze verdienen of zo. Ja, ineens gingen hun streams ook omhoog. Maar wat ik juist heel mooi vond, dat was met die DMX Snoop Dogg. Dog, Dog vs. Dogg. Eigenlijk zou Snoop tegen Buster gaan battelen. Mm -hmm. Maar iedereen heeft waarschijnlijk een soort van, hey, man, ik wil niet tegen Buster Rhymes. Ja, ja Buster Rhymes lijkt me ook wel lastig, man. Ja, maar als je kijkt, op, uh, hij heeft toch al brekende hits. Ja. Wie het beste bij hem past is 50 Cent. Of um, uh, zelfs Drake past nog wel redelijk bij hem. En, 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 en uh, Snoop. Snoep, toch? Want dat zijn de mensen die eigenlijk in diezelfde stadion zitten of hebben gezeten. Ja. De rest is eigenlijk best wel moeilijk. Weet je, T.I. zei ook van ik kan niet tegen Basten, man. Kijk wat hij allemaal heeft. Nee, T.I. wil heel <laughs> graag tegen 15. Ja, dat was hij de hele tijd. Uh, 50, 50 had zoiets van, hey man, get the fuck out of here. Jij, jij, bent, jij bent geen concurrent nee. voor mij. Maar die idea van waar ze vandaan komen, ze zijn ongeveer op hetzelfde momenten gestart qua muziek, maar ook op hetzelfde momenten de straat opgegaan, snap je? No. Dus in die, in die vibe snap ik het wel. Nou, ik wou wel heel graag een uh, soort van genieten van die 112 en Jagged Edge. Alleen dat was ook echt een zootje ongeregeld, man. Ja, man. Dat was echt dikke chaos. Maar die Jeezy. Ja, dat Versus was ook echt. Gucci, een, man? Dat was wel een belangrijk moment ook, man. Hij heeft, Jeezy hij, heeft echt Gucci op zijn plek gezet. Hey, leuk, man. Je loopt dingen uit te halen en te lachen over een homie over mij. Maar let me tell you a story. Hij heeft hem echt op zijn plek gezet, want die, die gucci Mane was ook wel een soort van flabbegeerste, toch? Mm -hmm. Weet je, want, even voor de mensen thuis, Jeezy en, en, en uh, gucci Mane, die hebben al jaren, zeg maar, een soort van beef. Uh, nou, niet gemengd beef, om maar zo even te zeggen. Weet je, er is, er is elke keer shots, in secret lines naar buiten gegooid. Ja, klopt. En blijkbaar was er iemand van zijn... Klik, die probeerde Gucci-Maine te vermoorden en uiteindelijk had Gucci-Maine diegene doodgeschoten. Zoiets was het volgens mij. Ja, he? ja, ja. En, en GG heeft daar gewoon een tekst uitleg gezet en die heeft hem gewoon zo gezet: van je vindt dat grappig op zo'n van een of manier. Maar weet je, het is nu al uitgesproken en het is cool zo. Want eigenlijk zou Gucci-Maine tegen TI gaan. Ja. Maar TI wist, natuurlijk wisten we allemaal, TI gaat verliezen. Zwaar. Van Gucci? Ja man, Gucci, Gucci, Gucci got, Gucci, got, Gucci got records man. Niet zoals T.I. man. Nee, maar weet je wat het is? Gucci die heeft een heel andere benadering qua muziek ofzo. Ja, toch? Dat, dat is zo'n ding van de, die doelgroepen zijn anders. Uh, dat zag je ook wel bij verschillende Versus Battles, dat die doelgroepen net een beetje anders zijn. Daar heb je de één artiest die heeft echt wereldwijd bereik. En de andere artiest heeft ook wel groot bereik, maar die heeft vooral lokaal een heel sterk bereik. Ja, weet je, als je kijkt, bijvoorbeeld, één keer hadden ze gedaan met Skaat Storch en Manny Fresh. Mm -hmm. um, die had ik ook gecheckt, maar toen kon je echt wel merken van Skaat Storch had echt grote wereldhits en ja. Manny Fresh had wel toffe tunes, maar die in die regio echt super legendary zijn. Ja, maar de buiten iets minder. Ja. Snap je? Dus dat is een beetje gewoon verschil qua. qua gewoon hoe groot. hoe groot die naam is. En TI heeft iets meer richting de mainstream kant dingen gedaan. En ja. Gucci is toch wel vooral Gucci gebleven. Nee, het was eigenlijk TI versus Jeezy. Oh ja. Ja, Jeezy. Dat was ook geen moeil was ook best wel een moeilijke battle geweest voor TI zelf. Als ik bekijk klaar, qua. 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 records, kijk oké. Okay. T.I. is gewoon de founder of trap music, om maar zo even te zeggen. Mm -hmm. uh, trap music hij heeft, hij heeft Atlanta weer een heel ander saus kunnen geven. Waardoor veel meer dingen zijn uitgerold. Weet je, Migos zijn weer hun eigen weg gegaan. Jeetje toch? Want Atlanta had voor T.I. nog een beetje dat wat Ludacris deed: Ludacris, Outkast, Goody Mob. Ja. Weet je, en nu kijk je naar Future, het is weer totaal weer wat anders. Maar kijk, zoals een Boy... Two Chains mm -hmm. versus Rick Ross. Wow, ja. Was nog kantje. Was, nog, was nog goed. Maar die had ook net zo goed. Teddy Boy had ook net zo goed tegen uh, uh, T.I. kunnen doen. Lokaal tegen lokaal. Mm -hmm. Weet je? Dat is dus. Dat is dus ook die wrijving. Klopt. Maar goed, het is wat het is. En het is goed uitgepakt. En ik moet zeggen dat wat Swiss Beats. en, en Timbaland toch hebben gedaan. is uh, een sterk proces. Mm -hmm. Zelfs die Monica versus Brandy. Die ja, had, die was ook doof, man. Oh. Ik uh, begon op een gegeven moment dingen op te slaan op mijn playlist. Ja. Ja, dat ik dacht van: oké, okay man, jullie gooien variaties. Alleen wat ik dus uh, had met verses was. Um, ze hadden nog één of twee danshal acts tussen moeten zetten. Want danshal, over algemeen, op elk event is een battle. On stage. Ja. Twee DJs. Het is echt dat sound clash weet je? En. Um, ja, dat miste ik wel even. Van oké, die sensatie. Snap je? Dus het is die. pula 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 En vooral in die Jamaicaanse taal. En in die. Titititin. Weet je. Dus dat miste je wel op een of andere manier. Maar goed. Maar sowieso, West Coast artiesten hebben ze ook relatief weinig gedaan. Snoep was eerst de enige zo uit mijn hoofd. En daarna hebben ze die laatste gedaan met E40 en Too Short. Ja, ja, ja. Dr. Dre... Nee, uh, Puff Daddy heeft zelfs Dr. Dre uitgeda uitgedaagd. Maar Dre zat volgens mij nog niet in die vibe... omdat hij ook in nee, de zit. Ja, moeilijk, man. No. Het was echt... Uh... En het was ook de tijd van quarantine radio. Ja, man. <laughs> quarantine radio. Dat was wat echt heb grappig. ik daar toch genoten, man. Ja. Dus ik heb niet alles gecheckt of zo... maar het, het is meer gewoon van iets wat je... wel lachen kijkt. Maar het, het, is, het is gewoon... Nee. Uh... Het is wel gezellig. Ja, echt, hè? <laughs> quarantine, quarantine. Ja. ja, een beetje chicks die twerken... en dan uh, gooien ze melk over hun ass. Een beetje uh, tunes afspelen. Het was meer gewoon echt een display... van Tory Leens persoonlijkheid. En... Uh, het was wel grappig, man. Ja, het, het, was... het, het is niet per se dat je denkt van... dit is echt uh, hoog intellectueel niveau of zo... maar het, nee. het is gewoon vermakelijk. Man. Maar na aflevering of vier of vijf... ben je er ook al klaar mee. Ja. Maar op een gegeven moment gebruikte hij dat ook als promotionele doeleinden omdat uh, zijn album, zijn laatste album, die hij via Interscope had uitgebracht, ja, klopt. jij ja, toch? En uh, ja, daarna kwam dit, uh, <laughs> dat, uh, dat uh, hele ding met uh, Mega stallion ja, maar ook los van dat de stallion yo, die heeft ook wel een paar dingen gebost hoor. Ja, op zich, ik vond hem ook wel goed inderdaad. Ja, ik ik ben, al, ben niet per se 100% fan, maar ik sommige nummers had ik zoiets van ja dit, dit heeft ze wel gewoon doop gedaan ja. ja 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 nee maar die vond ik wel uh, die vond ik wel uh, leuk om uh, te checken alleen ja wat ik dan jammer vond is dat hele hele beef gebeurende en schoten in de auto ja. dat ik dacht van ja kijk um, uh, Tory Lanez heeft uiteindelijk gewoon een heel album gedropt rondom deze ongeluk, ja. waarvan veel mensen nu ook zeg maar, het idee hebben van je wakket iets aan, ja, toch? Een ander denkt van, oké, okay, I get it. Ja. Ik zit... heb bewust dat album gewoon een paar keer achter elkaar geluisterd en toen had ik zoiets van, ja man, zijn kant van het verhaal klopt op, of in ieder geval makes sense. Ja. Weet je, en dat is ook het ding van je weet niet. Wat er precies is gebeurd, er is niet echt duidelijkheid tegenover de media wat dat betreft. Ja. Uh, allebei zijn ze gewoon een beetje vaag erover geweest, en er is nog geen rechtszaak uh, die echt plaats heeft gevonden. Dus ja, je weet ook niet wat je ervan moet vinden. Nee. Dus dat sommige artiesten die bijvoorbeeld normaal gesproken wel met Toy Lane zouden werken, hebben zoiets van: Oké, okay, eigenlijk wil ik wel met hem samenwerken, maar hoe ziet het eruit voor de rest van de wereld? Want ik ben misschien redelijk. En ik wil eerst afwachten om uh, te zien wat de rechter beslist. Ja. Maar als ik nu gelijk met hem zou samenwerken... dan ja, komt dat ongevoelig over tegenover de vrouwen, weet je. Terwijl je hebt ook bepaalde argumenten... die op zich wel redelijk sterk zijn... die kunnen aanduiden van... dit kan niet zijn gebeurd op deze manier. Nee. Uh, dus ja, ik, ik weet het niet, man. Maar kun jij ook bijvoorbeeld... Uh, verplaatsen in, in een Stallion... waarom zij op deze manier heeft gedaan. Um, ik weet niet man, het kan verschillende dingen zijn. Het kan, ik heb verschillende theorieën gehoord hier en daar. Want uh, normaal gesproken, je voet bestaat voor eigenlijk alleen maar uit boom, uh, botten en uh, pezen. Ja. Dus als je daarin wordt geschoten, dan moet er sowieso iets zijn geraakt. Dus het is onmogelijk dat er niks is geraakt. Ja. Aan de andere kant zeggen mensen van Oké, okay, de, de kogel heeft daar niet direct geraakt, maar is gekaatst via iets anders. Maar dan vraag ik me af, wat doe je dan? Ja, oké, okay, iedereen heeft een gunnel, maar dit is gewoon een geloden gunnel in een waggy. Ja, ja, dat is sowieso niet verstandig inderdaad. Ik weet ook niet van wie die gunnel was, maar ja, je bent in, in Beverly Hills op een feestje. Waarom heb je hem daar nodig? Je bent niet in de hoed of zo. Nee, en het ding is ook zeg maar... Uh... Want als het ook zo klopt van wat, 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 wat dingen zegt, wat Megaties uh, wat, uh, wat daar zegt van: hé, ik heb het zoveel mogelijk proberen te beschermen, want het klopt. Mm -hmm. um, in Amerika is racism rating is very high. Klopt. Snap je? Hé, wordt iemand daar gepakt, dan wordt hij hardnekkig gepakt. No. Dus ik weet het ook zelf niet. Het is voor mij moeilijk, maar ik kan me wel. In Haar verhaal begrijpen als in de zin van: Yo, ik heb het zoveel mogelijk proberen te verbergen, zo min mogelijk met de media proberen te praten. En we mm -hmm. moeten ook realiseren, zijn management, haar management is wel Rock Nation. Ja, Rock Nation klopt. heeft al vaker deze issue ge gehad met bijvoorbeeld Rihanna versus Chris Brown. Mm -hmm. Maar wat JC echt is gelukt om Chris Brown een tijdje te verbannen vanuit MTV, en nu gaan ze. Met deze situatie gaan ze er wat uh, uh, voorzichtiger mee om. Alleen, uh, ik snap het, want JC staat ook weer centraal. Misschien heeft het team van JC, niet JC zelf, mm -hmm. met uh, uh, dingen gesproken van: oké, okay, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we er toch nog even voor zorgen dat dit stuk wordt beschermd en niet wordt beschadigd? En. Ik, ik, ik hoor alleen Toy Lane's shots gooien. Je weet toch? Dat ik denk: van, hé hey man, je maakt ergens weer. Ergens kan ik wel kan het make sense maken, maar aan de andere mm -hmm. kant is het ook weer van. Het lijkt alsof je slapende honden wakker maakt. Of zo. Ja, een beetje olie op het vuur gooien of zo. Ja, dat ik denk van: ja, relaxed. Je weet toch? Want, want, want de quality van je muziek is supergoed, alleen ergens moet iets toegegeven worden. Wat is er misgegaan? En um, ja, weet je, kijk, het ding is wel zo van, stel dat ze echt is geschoten door hem. En zij zal niks over zeggen. Bro, dan loop je je hele leven, of de rest van je leven, loop je een litteken. Dus je kijkt ook een keer naar je litteken, maar je denkt elke keer naar, naar die guy. En die guy zit gewoon tof te doen tegenover de media. En zij zit met die pijn. En het is ook weer moeilijk om zeg maar, uit die hele, hele cirkel te zitten. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Dus even afwachten wat, ja, klopt. Wat, wat, wat wat zich gaat afspelen. En sowieso mentaal is het ook een trauma die je moet overkomen inderdaad. Dus ja, het, het heeft allemaal beide kanten man. Ja. En sommige mensen zeggen van ja, weet je, het is misschien een setup. Ze wouden Tori erin luizen of wat dan ook. Ja. Maar we gaan niet binnenkort erachter komen wat er echt is gebeurd. Want het is een beetje, een beetje jammer. Want je wil natuurlijk weten als fan hoe je moet denken over een van je favoriete artiesten. Ja. En ja, we gaan het zien, man. Ja, het is lastig, man. Het is lastig, het is lastig. Eén ding is wel zeker van, uh, ja, er moet sowieso een goed gesprek komen met uh, beide partijen uh, als vertegenwoordigers. Mm -hmm. Maar uh, ja, man, het is wat het is. En ik moet zeggen. Uh, Los van de hele beef. De tape is echt sterk in elkaar geflatst van Tory Lanez. Klopt. Megatree um, Stalin is eigenlijk daarna ook weer gewoon op commerciële wijze gewoon die muziek. Mm -hmm. Waar Kylie Jenner ook voorbij komt. Nee. Ja, die is ook gewoon sterk, snap je, met Cardi B. Um, Heb heeft... je die eerste track ook gehoord met die Biggie sample? Nee, die hebben we nog niet gehoord, man. Die heb ik wel even overgeslagen. Ja, dat was de intro van haar laatste album van Meg. Ja. En daarin hoort uh, ze weer een soort van shots naar uh, Tory Lane's. En dan, uh, het is uh, diezelfde sample als Hoe Shaat Je? Juist. Oh, wauw. Ik ben benieuwd. Want zij heeft dus toestemming moeten vragen aan Didi. Ja, I guess. Nee, aan de familie Christopher Wallace. Ja. Of uh, in, in ieder geval wie, wie dan ook die originele sample had. Ja. Ja, ja, in ieder geval, ja. Ja, dus dat. En uh, ja, deze première heeft die originele nummer nee. geproduceerd, natuurlijk. Nee, man, het is. Uh, ja, sick, man. Ja. We, we, we zullen het nog wel horen komen. Tja. Ja, vast wel. Vast wel. En, eh. Uh, uh, Had ja. je trouwens ook nog uh, RB die je doop vond van afgelopen jaar? Um, ja. Pff. Ja, dan val ik. Dan moet ik even kijken op mijn bibliotheek. Maar ik heb bijvoorbeeld. Ja, het is maar net of jij het RB noemt. Ik vond het uh, wel leuk op nederlands gebied om te luisteren naar Jay Lauren. Ja, man. Jay Lauren um, had een bepaalde energie dat ik dacht van: wow, afvul je wat je doing of zo. Um, ze had me wel gepakt met dat nummer over vader ja uh, dat, 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 dat ik op een gegeven moment wel begon na te denken van hmm, ja, weet je, legacy achterlaten is belangrijk, snap je uh, ja, welke R&B artiesten heb ik nog meer gecheckt, eigenlijk heb ik dit jaar heel weinig R&B artiesten gecheckt heel persoonlijk mm -hmm. en um, ik weet niet waardoor het komt want ik, ik, ik had volgens mij ook wel weer um, poof, ik ging veel waybacks checken eigenlijk. Veel waybacks. Jeet toch? Ik viel weer gewoon even op een Christina limidian. Ja. <laughs> Snap je? Dat ik dacht van, oh ja man, gruwelijk. En, en uh, um, uh, um, ja, nee, weinig gecheckt man. Ja, Dosjecad Do Do is niet nee, nee, dat is, dat is geen hobby, lullijk. <laughs> ja. Ja, bijzonder, bijzonder. Is echt, dit jaar heb ik het echt uh, weinig gecheckt, besef hmm. ik me. Misschien als je nu even wat zegt, dat ik denk van, oh ja. ja. Uh, Jade Laurent vond ik ook sowieso heel dope binnen Nederland. Eden heeft een paar singles ook gedropt. Eden ja, Die vond ik ook that. wel tof. Um, voor de rest, ik vond zelf Division heel erg dope. Aha. Een van mijn favoriete albums van dit jaar. Uh, Party Next Door vond ik dope. Um, Kiana Leadey. Uh, Tiana Taylor had nog een dope album. Diana, wow, oké, okay, nu, nu ben ik er weer. Tiana ja. Taylor, ja, ja, die heb ik ook gecheckt. Uh, even ja. kijken, een uh, artiest die afgelopen jaar een van mijn favoriete artiesten is geworden is Kevin Ross, man. Hij heeft uh, twee EP's gedropt en is echt super dope. Gewoon, ik vind zijn stem heel smooth, maar ook gewoon zijn beatkeuze, hoe hij, uh, hoe hij gewoon uh, zijn melodieën dropt, weet je wel, dat is gewoon echt super dope. Dus Kevin Ross vond ik gruwelijk. Uh, Eric Bellinger had nog een paar uh, dope projecten. Ja, ja, tof, ja. verschillende dingen. Uh, verschillende toffe dingen die zijn uitgekomen afgelopen jaar. Victoria Monet, dat is een uh, artiest die heel veel schrijft voor Ariana Grande. Maar die heeft ook al wat solo uh, muziek. En uh, ook zeker een checken waard, man. Uh, voor de rest. Een paar teleurstellingen waren wel een beetje hier en daar. Uh, zoals Alicia Keys voor mij, vond ik niet zo. Uh, Brandy vond ik ook echt heel moeilijk om naar te luisteren. En, uh... Met Alicia Kies, toen zij net kwam met die single. Dat ik dacht van oké, okay, dit is een pop nummer. Die time machine? Maar, time machine volgens mij. Toen dacht ik, yes. Weet je, want uh, op commercieel wijs gezien was RB ook ergens verdwenen naar mijn gevoel. Dat ik dacht van yes, je flikt het, mm -hmm. je weet toch? Maar ik had nog niet dat idee van I'm gonna love that. Maar ik had wel het idee van. hè hè. Nou ben ik benieuwd naar de rest van de plaat. Nee. Maar ja, het was wel, wel echt poppie. toch, maar het was niet dat ik denk van. hier word ik wakker van. Snap je? Mm -hmm. Dus die, 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 die touch miste ik wel. Dat we ook alleen hebben gezegd over, over, over Alicia Keys. Daarom, valt, daarom zijn heel veel dingen waarvan ik denk van. wat voor RB-dingen uh, heb gecheckt. Maar het is echt. ja. Weinig. Ja. En ik moet zeggen, die checkstape van Toy Lane... ...zat ook wel wat R&B-achtige dingen tussen. Die vond ik ook wel heel doop. Ja, die was inderdaad nog van 2019, hoor. Ja, ik maar gen... die vond ik ook sowieso gruwelijk. Ja. Ja, die vond ik gruwelijk. En uh... ja, man, het... dat, dat, dat... Ik, denk, ik denk dat ik nog wel meer heb wat ik nog heb gecheckt. Alleen het, het schiet niet bij me binnen. The Weekend, heb je die gecheckt? Ja, 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 ja. Niet, was ook niet echt mijn. Uh, heeft mij ook niet echt gepakt, eigenlijk. Nee, voor mij ook niet. Ik vond hem een beetje te popachtig of zo. Ja, ja. Maar wel verrassend dat hij steeds niet wordt genomineerd voor uh, Grammys, man. Ja, er schijnt ook een uh, heel verhaal achter te zitten, inderdaad. Vooral ja. dit jaar, omdat hij ook had gekozen om uh, op de Superbowl op te treden. Ja, en op een gegeven moment uh, heeft, hebben de Grammys volgens hem tegen hem gezegd van joh, je moet ook kiezen of het is de Grammy's of het is de Super Bowl. Terwijl beide events vallen niet op dezelfde dag. Dus Toen had hij waarschijnlijk zoiets van zakken dik, ik ga dat sowieso doen. En als je mij wil hebben, boek mij gewoon. Uh, maar zij wouden niet dat hij allebei de events ging doen. En op een gegeven moment dachten ze tegen hem van oké, okay, dan hoef je ook niet mee te komen en dan krijg je ook geen nominatie. Dus dat is de weekendse kant van het verhaal. Ja, de Grammys het kan kloppen, maar ik uh, weet het ook niet man. De Grammys neem ik zelf al een tijdje niet echt heel serieus meer. Nee, maar gek genoeg is Naast wel vertegenwoordigd. Je weet toch? Ja, dat is wel één categorie die ze een soort van oké okay hebben, hebben uh, genomineerd. Weet je? Ja, um, ja. En het was ook inderdaad wat we eerder zeiden van het jaar. Dat vooral de persoonlijke, meer uh, lyrical muziek, meer de conscience, uh, conscious uh, muziek. Uh, meer naar voren kwam dit jaar. Ja. En dat waren ook een beetje de albums die waren genomineerd. Zoals Freddie Gibbs, uh, Naas. Uh, voor de rest weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval dit soort artiesten, weet je wel. Weet je wie we zijn vergeten, bro? In 2020? Oh. Ik ga weer even terug naar hip-hop. Mm -hmm. Yo, Gardy. Yo, Gardy. Untrapped. Heb je die wel gecheckt? Uh, nee, man. Ik zag hem wel voorbij komen, maar het boeide me niet. Want hij had zo'n uh, zo single gedropt, put the day down in, of zo. Ik dacht van wat de fuck is dit voor kutnummer? Toen had ik zoiets van. Uh, ik uh, heb geen zin om dat album te checken ofzo. Nou, hij had wel één tune tussen. Volgens mij was het uh, Trapped zelf, de hmm. nummer trap. Die vond ik wel dat ik dacht van oké okay, man. ja, ja zat Er wel, zat wel even een lekkere energie in. Maar het was niet uh, down in de DM. Nee, dat sowieso niet. man. Die, die, die kan hij sowieso nooit uh, even naren. Man. Dat was wel echt een tijdje mijn anthem geweest hoor. Ja. Toen ja. ik uh, way back nog, toen ik op Snapchat zat. Man. Ja, ja. Ja, en, en, en ja, RB, man, dat was bij mij even een soort van, ja, niet uh, een al flex-ding. Ik vond, uh, nee man, ik vond, ik, vond niet veel, ik vond niet veel sterk, mm -hmm. heel eerlijk gezegd. En ik uh, weet niet wat ik kan verwachten in 2021. Maar ik uh, hoop wel op een uh, wat sterkere RB music. Dat is. Het is maar even afwachten man. Ja, je had dit jaar inderdaad niet die, echt die smash albums. Zoals uh, Summer Walker. Weet je wel, Chickstape, Jacquelise die toen had gedropt. Dit soort albums waren in 2019 echt super big. Ja. En je had niet echt iets in 2020 wat zo, zo big was. Nee, man. Weet je, het, het eerste wat in me opkomt is division. Uh, dat is iets wat uh, eigenlijk all across the board gewoon positieve feedback heeft gekregen. Ja. Voor de rest, ja, zet wel heel veel dope shit in bij wat ik zelf vind. Alleen niet echt iets wat keihard heeft gedomineerd of zo. Nee, man. Nee, nee. Moet ik moet wel een beetje love geven aan Ariana Grande, man. Zij heeft een uh, RB-album gemaakt. En sommige van die tunes zijn best wel best wel ijdel. Ja? ja? Ariana Grande. Ariana Grande is stiekem wel uh, plek. Ja, toch? En, en Bieber dan? Bieber, die vond ik ook een beetje meh, want Yummy was wel een tof nummer, maar op een gegeven moment dat album klonk ook echt als één. Eén tune die tien keer is gemaakt. En dan... Overrated. Ja, klopt. En dan heeft hij... Die... Tof dat hij Quavo en Post Malone heeft. Maar als je echt een RB-album wil maken, dan zou je ook wel een beetje een co-sign moeten hebben van wat gerespecteerde RB-artiesten. Voel je? je? En, en uh, dan zou je ook wel een paar gerespecteerde... Ar... Op zijn minst met iemand als een Jack Wies of zo. Dan had ik het al wat serieuzer genomen. Uh, hij was overigens wel genomineerd voor een Grammy. Uh, Justin Bieber. Mm -hmm. Alleen voor de categorie pop. Dus hij heeft ook gezegd van, joh, tof dat je mij nomineert, uh, Grammys. Maar ik heb een R&B-album gemaakt, dus zet me in de juiste categorie. Maar... Kennelijk... Ja, maar weet je wat het is? Kijk, Pop zegt het al, toch? Ja. Van populair. Het klopt. Hé, hey bro. Die Yummy uh, song, hoe die ook heet. Mm -hmm. Die is eigenlijk zo hoog de notering ingegaan... dat het nog steeds wel R&B is. Maar het is pop geworden. Ja, klopt. En het, ik vind het hoe het klinkt, gewoon saunerkleef. Vind ik het niet echt R&B genoeg klinken. Nee. Weet je, het is gewoon, ja, het, het is. Ik zou het zelf ook een beetje meer in de popkant die wassen. Ja, snap je? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik ook. Ik, ik uh, persoonlijk zelf ook. En uh, ja, man. Ik wil ook eigenlijk nog mijn props geven naar. Uh, we praten gewoon Nederlands- en Engels-taal door elkaar heen. Ja, dat is zo Spanker heeft hem ook wel gekild uh, in Nederland. Ja yeah, man. Met zijn Spanker session. Hij heeft gewoon goed geluisterd naar wat het publiek wilde horen. Uh, hij heeft artiesten laten. Hij heeft artiesten eigenlijk een beetje onder druk gezet van: hé, hey, schrijf je bars op. Mm -hmm. Hij heeft, uh, um, naar mijn mening, ook goede mensen neergezet, weet je. Joe, Brian MG. Ja, Kevin, uh, volgens Kevin. mij ook. Ja, ja, volgens mij had het album 10 tracks of zo. Heeft hij officieel uitgebracht, toch? Ja, 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 ja. Ik moet zeggen dat uh, een van de nummers die uh, bij mij nog wel eruit springt, is de nummer met uh, Kevin, Slowflow. En, uh, en John A. Frezen. Mm -hmm. Omdat uh, dat had echt weer dat sound wat ik al lange tijd niet meer heb gehoord. Weet je. Um, een beetje dat. Uh, um, ja. Een beetje dat. Uh, 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 dat uh, mustard on the beat vibe. Weet je, dat T-Fly dat 24 mm -hmm. hours-achtige energie of zo. Ja. Niet dat het hetzelfde klinkt, maar gewoon die energie was daar. Snap ja, je? Ja, klopt. Ik dacht van, wauw, oké, okay, man. Dat is wel dik. Ja, dat is wel even dik. En ik moet zeggen dat hij ook uh, heel goed heeft gedaan... want hij heeft op een gegeven moment ook echt aangepast aan Stix Want dat is ook een... Weet je, Styx is, mm -hmm. is eigenlijk een, een goat hier in Nederland. En Stix heeft eigenlijk ook... Een heel creatieve manier bedacht van oké, okay, ik kan nu niet optreden, dus ik ga dus nu om de twee weken komen met een single en die breng ik uit en ik zie wat eruit komt en dan zegt zijn partner in Crime Rico van hey, dit maakt een stick Je heet toch? Ja. Als in de zin van ill want bijna elk nummer binnen ill is gewoon goed. Ja toen zei Stix van, hey thanks man, dit is de titel van mijn album, Stickmatic die kwam uit en wat ik ook wel heel mooi vind voor iemand die al sowieso al heel lang in de game rolt, toch nog voor elkaar krijgt om nog een album te droppen, snap je? Dus twee albums, eentje dus gewoon gevarieerd met de artiesten. Dus dit was voor mij, voor dit was volgens hem ook wel voor zijn eigen gevoel zijn, zijn debuutalbum, nee. als in de zin van hij heeft nog nooit Hiervoor eigenlijk um, albums gemaakt met verschillende beatcreators. Dit keer heeft hij dat wel gedaan. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een hele tof kunst. Ja. Dus dat pandemie maak je ook weer creatief. En dan zie je, oké, okay, ik heb nog een album met kubus klaar liggen. Die moet ik ook uitbrengen. Bam. En um, John Afreze kwam ook nog met de album Calma. Ja, dat was volgens mij een beetje zijn trill-ep of zo, toch? Ja, ja, ja. En hij kwam later nog met die nummers als Champagne Ray. Hij kwam weer met een tweede album. Oh, dat was dan zijn tril EP. Ja, volgens mij. Ja, ja, dat was een EP, maar het was ook meer een albumachtig ding, negen nummers. Ja, ik vond trouwens uh, Chief had uh, begin dit jaar een project gedropt. Ik weet even niet oh, meer hoe het heet. Ja, het zou kunnen, maar die vond ik best wel best wel doof nog man. Ja. Zonder paar tunes op dat ik dacht van uh, die fuck ik wel mee. Ja. Ja, ik, uh, even kijken hoe die, hoe die, hoe die album heette. Um, Chief, ja, ik heb hem hier op mijn bibliotheek staan. Maar Chief uh, had inderdaad ook wel. Uh, ja, Chief had inderdaad ook wel. Uh, Unforgettable Nights. En die album heeft hij um, opgenomen vanuit Ghana. Oh ja. Daar is ook een heel docu van. Ja. ja, dat album kwam vrij snel na die twee borden één tafel. Die kwam volgens mij eind 2019. Maar die vond ik zelf ook best wel hard. Ja, ja. Ja, weet je, als je... En dit was ook het jaar waarin heel veel artiesten ook in discussie kwamen over independent zijn. Ja. Weet je, veel mensen kwamen in één keer achter van... Oké, okay, ik heb een platendeal. Superleuk. Maar ik denk dat het nog veel beter is voor mij om onafhankelijk te zijn. Of überhaupt ervoor te zorgen dat ik rechten heb over mijn muziek. Ja, klopt inderdaad. Dat is een ding wat ook uh, wat meer is teruggekomen in... En... Je zag ook steeds meer mensen die uh, wel gesigned waren bij een label... maar die in één keer dachten van... hé, hey, laat ik mijn contract even lezen. Of laat mijn contract... als ik een verlenging heb, laat ik ervoor zorgen dat die masters... na een bepaalde tijd van die licentie belongs to me. Ja, klopt. Maar Mac The Stallion had ook zo'n situatie uh, dat ze... Ja, die zat uh, vast met die label, toch? Ja, klopt. En uh, daarom wou ze vet snel van dat contract af. Ja. Uh, omdat... Uh, naar haar mening te weinig geld kreeg. Maar in Nederland had je ook zo'n situatie. In ieder geval met Jack en uh, Rotterdam Airlines. Zo. So. Dus uh, ja, ik heb het niet helemaal gevolgd of zo. Maar ik heb wel wat van meegekregen. En dan is het ook een geval van: oké, okay, je bent blij dat je een contract mag tekenen. Maar dan weet je misschien niet wat, uh, 100% wat erin staat. Weet je wel, en later ja. dan kijk je nog een keer ernaar of laat je iemand ernaar kijken. Dan denk je van hmm. Hier klopt iets niet. Of als je denkt dat je heel erg gaande bent, maar je wordt niet zo rijk als je had verwacht. Ja, dan denk je van, joh, geef me een beter contract. Dus nou, het verhaal heeft ook een beetje twee kanten hoor. Dus, uh... Het verhaal heeft zeker twee kanten, om maar even ook op die van Jack te reageren. Kijk, ik snap zijn frustratie. Want kijk, vanuit Rotterdam Airlines hebben ze gewoon gehandeld. Mm -hmm. Snap je? Van, oké, okay. we, we willen je iets aanbieden. Maar zo'n Jack is nog jong. Die denkt: hé, hey, ik kom in het label te zitten. Maar, dat heeft hij heel vaak in een interview gezegd. Waar Kevin komt en Seven Alias, want ik wil pokus met hem maken. Mm -hmm. Toen hij net zijnde, waren die twee jongens ja. een soort van weg of aan het einde van nee. hun contract. Ja, dat deed hem wel, want voor hem maakte destijds niet veel uit. Totdat hij, de, hè, hij ging, dus hij kwam met zijn plan A. Album of EP, ik weet niet meer wat het was. Nou, die deed het op zich goed. Hij kwam nog met Trap Jack met dat song. Uh, Trap Love, weet ik veel hoe dat heet, en uh, daar ging het al mis. Weet je, als je ergens gesigned bent bij een label, en vooral een artiest die dus nog niet heel veel faam heeft, ja dan is het gewoon van oké, okay, hoe gaan we het doen? Huh? Gaan 50 we 50-50 of weet ik wel wat. wat. Wat Rotterdam Airlines probeerde aan te bieden, is denk ik nog best wel goed vertegenwoordigd. Zo van: oké, okay, je komt bij ons label, alleen hè, de procenten valt nog wel uh, wat over te spreken. Alleen, uh, naar mijn mening, was Jack te vroeg bezig met aanvallen, je weet toch? En ik had zoiets van: en dat nu heeft iedereen wel geleerd van Jack. van Wat het contract ook is. Ik laat het nachecken. Ik huur een jurist in. Mm -hmm. Hiervoor zijn er ook wel artiesten geweest. Die ook heel vaak die contracten issues heeft gehad. Ik bedoel, kijk maar naar Henky T. Die roept al, hoe vaak al, sinds hij uh, SBMG... Na zijn SBN album uh, heeft gemaakt. Ik ben independent. And I came from nothing. Mm -hmm. dit, dit heeft hij echt al tig keer... Benoemd. En nu is hij de grote voorbeeld van. Hey. Independent zijn. Is easy. Want ik breng muziek digitaal uit. En als ik iemand heb die mij goed vertegenwoordigt. Een plugger. Of een, of een manager. Iemand die bijvoorbeeld al het netwerk heeft hier en daar. Cool man. Die hoeft mij alleen te vertegenwoordigen. En als ik die dingen daar heb. En ik heb een promotie om, om me heen. Is klaar natuurlijk. Het kost ook wel knaken. Maar alle rechten belongs to you. Klopt en je? alles wat het oplevert gaat ook naar jou. Ja, en gaat de belastingen is maar ja. Ja, naar jou in ieder geval. Ja, ja. En daarmee uh, uh, betaal je alles ook uh, zo goed mogelijk uit, zo van oké, okay, dit heb ik gedaan. En mm -hmm. het budget bepaal je zelf. Klopt. En kijk uh, wat Henki heeft gedaan. Naast hemzelf als artiest heeft hij I ISS nee ISB. Ik ben vergeten hoe ze het noemen. of ofzo. ICSB. Toch? ja. Uh, die paper, de remix, mm -hmm. daar heeft hij gewoon grote artiesten mee geblest. Zo van hé, hey, ik heb een nieuw artiest gesigned. Mensen vertrouwden op de woorden van Henkie T. Maar mensen hebben waarschijnlijk ook ICSB gezien. Zo van, oh, hij zit wel move, hé, hey, daar wil ik op springen. Lekker no. beat, weet ik veel. Dat is gewoon niet per se, oh, ik gun het hem. Nee, het is een man met een. een um, Henkie T heeft laten zien van, ik heb een talent binnen hoe vinden jullie ervan? Hey, we springen op die trek. Let's go. Mm -hmm. En ja, dat is voor een jongen van 17, weet je. Um, en yeah. ja, you did a good job, man. En dat is wel een voorbeeld van. NKT is wel een groot voorbeeld van de Nederlandse scene op dit moment. Ja, klopt inderdaad. En um, los van dat, uh, dat je eigendom hebt over je eigen muziek. En dat al de opbrengsten naar jouw bedrijf gaan. Je kan ook zelf dingen bepalen. Weet je, creatief gezien heb jij het woord zeggen. Ja. Je hoeft het niet te verantwoorden tegenover een label. Uh, je bepaalt zelf wat je dropt en wanneer je dropt. Ja. En dat is ook echt heel onderschat. Want zoveel artiesten die zitten op een grote label, um, maar die komen niet aan de beurt. Want stel bijvoorbeeld, je bent opkomende artiest. Ik zeg even random wat. En je wordt getekend bij Top Notch. Maar als jij nog niet uh, super bekend bent, dan ben je niet echt hoge prioriteit voor topnotch. Want die hebben broederliefde, show, die gaan sowieso voor. Weet je wel, die krijgen meer aandacht dan jij. Dus ook al zit je bij topnotch, dan krijg je niet zozeer de prioriteit. En dan kan je wel zeggen van joh, ik, heb een, ik heb een project klaarstaan, maar misschien vinden zij het niet de juiste tijd om te droppen. Terwijl jij ja. vindt dat wel. Snap je? Dus het heeft allebei voordelen en nadelen en je moet gewoon als artiest voor jezelf bepalen van wat uh, heb ik precies nodig. Ik bedoel, sommige artiesten kunnen het juist heel erg goed gebruiken om bij een major label te zitten. Ja. Weet je, omdat ze dan wel die begeleiding kunnen gebruiken. Uh, de connecties met andere artiesten of producers. Weet je wel, de promotie, uh, distributie, al die shit. En sommige, als uh, mensen inderdaad een beetje zoals Henky T. gevestigd zijn of iemand als een boef of zo. Ik bedoel, boef, die hoeft niet. Per se veel te promoten of zo. Ik bedoel, die gooit één story eruit en iedereen checkt het. Maar alsnog pakt hij het wel professioneel aan. Maar voor Boef heeft het niet veel zin om bij een major aan te sluiten. Snap je? Die is veel beter af independent. Met misschien een distributiedeal. Wat ik wel doop vind. Sorry, ik ben ondertussen ook even aan het eten. Maar wat ik wel doop vind in um, van Boef, Kanye West. Henky T is het volgende. Henky T zegt heel vaak: hé, hey, maar I'm independent. Dat is gewoon: ik empower mensen in de muziek. Mm -hmm. Snap je? Boef, daarentegen, die heeft ook een hele sterke voorbeeld genomen. Die kreeg eigenlijk na zijn laatste Boef Music distribution deal met. Uh, hij kreeg heel veel aanbieding. Veel labels wilden. Mm -hmm. Nou was er één distributielabel. Die wilde hem voor. Die, hem, die heeft een miljoenen contract aangeboden. Dat is Sony. Mm -hmm. Achteraf is die natuurlijk. Um, hij geeft elkaar. Ja, weet je, het is mooi, al, dat geld. Maar ja, weet je, het maakt je ook niet echt gelukkig. Maar hij heeft er wel voor gezorgd. Ja, hij heeft. Deze mensen, ik heb van Kanye West, is ook het volgende. Want die heeft niet rechten over zijn masters. Die heeft dus op Twitter gewoon zijn contract naar buiten gegooid. Ja, klopt. En waarom ik de, deze drie mensen benoem, Die hebben een bepaald invloed gegeven op aantal artiesten in de scene. Want ze vinden Kanye leuk, ze waarderen boef en ze waarderen Henkie T. En wat is mooi? Henkie T vanwege Independent. Kanye West, omdat hij ervoor zorgt dat die, dat die training is. Weet je, dit keer ging het echt om een serious business ding. Mm -hmm. Ja, ja, weet je. Dus deze drie hebben er echt voor gezorgd dat mensen nu wat oplettender en scherpender zijn. Dus sowieso shout-out naar hun. Ja, inderdaad, man. Snap je? Dus het is, het is nu een discussie geworden. Ik denk dat dit zelfs een lespakket is geworden. Snap je? Klopt, inderdaad. En het is ook niet meer uh, automatisch het idee van. Oké, okay, ik ben getekend door een major label, dus ik heb al gewonnen, weet je. En volgens mij kwam dat ook een keer ergens in de Joe Biden podcast voorbij over dat Dela Soul. Uh, ik kan het mis hebben, maar, maar het was volgens mij Dela Soul dat ze niet de rechten hadden over hun muziek, maar hun muziek was vet voor veel geld doorverkocht en zij kregen niks. Dat is best wel bizar. Hun muziek is niet eens online. Ja, zoiets was het inderdaad. Uh, het was in ieder geval iets gewoon best wel kuts, maar in een hele ouderwetse contract ja. stond dat het alleen maar op uh, cassette of wat dan ook uitgebracht mocht worden. En daarom is hun muziek inderdaad niet online of iets in die zin. En daardoor lopen ze heel veel geld mis. In ieder geval, ze lopen heel veel geld mis. Ja, man. Maar dat komt door zo'n kutcontract uit de jaren tachtig die ze hadden getekend. En uh, ja, daar zit ze nog steeds mee, man. Ja. Klopt, klopt. Dus, uh... Maar los daarvan ook, zeg maar. Toen dat naar buiten kwam, over die contracten. begon ik ook na te denken, want ik dacht, ik heb mijn eigen podcast. Even kijken wat daar in de contract staat, overeenkomst. Ja. Want ik had hiervoor had ik een uh, podcast provider, en die uh, had in principe. Jij was wel een soort van content owner, maar zij konden de fuck doen wat ze mee wilden doen. Mm -hmm. Sorry voor mijn taalgebruik. Ja. En dat was gewoon eigenlijk jouw voice verkopen aan een ander. En ik dacht van, yo, de Step, aarde je. Ik moet zeggen dat die artiesten mij wel hebben geïnspireerd door het kijken van, wat, wat staat op mijn overeenkomst? Ja, precies. En het is altijd wel slim om gewoon te lezen wat je tekent. Weet je. Mm -hmm. En niet te, te, niet te veel blij zijn met, uh, met het idee van iets. Maar wat krijg je er daadwerkelijk uit? En wat is de waarde die de andere partij uit me haalt? Weet je, want iemand, om weer terug te gaan naar iemand als Jack, uh, die was, ga ik vanuit heel blij dat hij werd getekend bij een bekend label. Weet je, dus dat was voor hem. Al oh, het idee van oké, okay, maakt niet uit wat het is, ik teken wel. Ja. Maar hij vond op een gegeven moment zelf dat hij te populair was, te gaande was voor het contract wat hij had getekend. Dus dat hij die contract had outperformed. Ja. Snap je? Zoals bijvoorbeeld hij... uh, een sporter die, laten we zeggen, je tekent in de NBA voor 10 miljoen per jaar, maar op een gegeven moment speel je als een superster die 50 miljoen per jaar zou moeten krijgen. Ik zeg maar wat. Hij wilde, een, hij wilde dat zijn contract open werd gebroken. Ja. Ja, 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 en dat is het ding. En ik hoop dat mensen alleen maar hiervan leren. En dat ze dus nu het goed laten nachecken. Ja, uh, met elke label waar je in zee gaat. Um, als je iemand hebt die bijvoorbeeld verstand heeft van auteursrechten, muziekrechten, whatever. Natuurlijk moet het ook iemand zijn die je vertrouwt. Mm -hmm. Weet je, want je kan ook net zo goed iemand aannemen die eigenlijk achter je rug gewoon money aan het slikken is. Klopt. Sterken is. Je weet toch, dat wil je ook niet. Mm -hmm. Die kom je ook vaak voor. Daarom is het altijd goed om wel goed over na te denken. Van, what do I need? Als ik bijvoorbeeld kijk naar... Aquasi, Aquasi zat dus eerst bij Zwart Licht. Zit nog steeds bij Zwart Licht. Was getekend bij Top Notch. Oké, okay. hey, contract afgelopen. Hij heeft toch een eigen label. Mm -hmm. Weet je, en... Dan zou je natuurlijk afvragen van, oké, okay, wat voor prioriteit zijn we binnen Topnotch? Je gaat het sowieso compuleren. Klopt. En wat voor prioriteit kan ik stellen binnen mijn eigen label? Mm -hmm. Wat voor distributie heb ik? Als het um, heel veel verschilt, ja, dan scheiden we onze wegen. Maar uiteindelijk heeft hij waarschijnlijk met de groep heel goed besloten van, oké, okay, kom maar bij mijn label, breng het album uit. En ja, toch heeft Zwart Licht uh, in het jaar 2018 een album kunnen uitbrengen. Uh, onder het label van Aquasi met natuurlijk uh, afgesproken dingen. Mm -hmm. En um, dat is natuurlijk wel een voordeel als iemand een eigen label heeft. Weet je, vooral iemand die ja, vertrouwelijk is. En nou uh, moet je nagaan, Aquasi is op een gegeven moment daar ook. Gegroeid als een uh, uh, eigenaar van een platenmaatschappij. Want hij heeft ook muziek uitgebracht van andere mensen. Op een gegeven moment was hij aan de beurt. En toen kwam Warner om de hoek. Zo van, hé, hey, we zijn wel geïnteresseerd. Ik denk dat meerdere partijen geïnteresseerd waren. Maar hij is met Warner in zee gegaan. En ja, tuurlijk, ergens heeft hij ook zijn recht. Kijk, dat zijn bossmoes. Je weet toch? Klopt. En dan denk ik, ja, op die manier kan het ook. En, uh, en uh, ja, moet je kijken. Weet je, die man heeft een album ook gedropt. Sankofa, wat veel met Ghanese roots te maken heeft. Mm -hmm. Het is ook een... Dat album is ook een beetje gebaseerd uit Ghana, maar het is ook een muziek van... Hello sunshine, weet je? Wees vrolijk. Ja. De zon schijnt wanneer mijn album wordt gedropt. Mm -hmm. En... Uh, heeft hij ook heel goed gedaan. En uh, hij stond op de Dam. Heeft hij ook goed vertegenwoordigd. Weet je, en dan krijg je gewoon zo'n zware backlash. Is ook iemand die... die, die die denk ik niet uh, altijd gemakkelijk heeft gehad. Maar wel altijd het negatieve ding in positief heeft neergezet. Shout-out ook naar hem. Je weet je toch? Dus uh, ja, hij ja, deed a good job. Ja, man. Ja, en om even terug te komen bij Jack. Jack hoopte inderdaad in een soort van open contract. Dat is jammer. En... Ja, ja, maar aan de andere kant, aan de uh, kant heb je zoiets van: je moet wel je contract respecteren. Weet je, kijk, uh, ik ja. kan me voorstellen dat als je niet uh, echt verstand hebt van contracten en dat je maar wat tekent, dat je misschien voor verrassingen kan komen te staan. Dat je, je dan genaaid voelt. Alleen uh, je moet ook bedenken: zo'n label neemt ook wel risico's financieel, omdat ze tijd en geld in je investeren. Uh, en die investering willen ze ook eruit halen. snap Klap. je. En. Uh, als je weet wat je tekent, dan respecteer het contract, man. Uh, ik bedoel, ja, yeah, wat kan ik er anders van maken? Het is natuurlijk fucked up als je op een gegeven moment te veel presteert voor je contract. Oh ja. Maar daarom zou ik zelf bedenken van, yo, hou je contract gewoon kort. Als je verwacht dat je een paar toffe projecten hebt staan waar je gewoon snel gaande mee bent... Ja. dan hou je contract kort, dan heb je meer uh, de leverage om te onderhandelen. Dan zeg je van oké, okay, als jullie mij willen houden op het label wil ik dit en dit en dit. Anders ga ik independent of bij een andere label checken. Snap je? Ja. Maar nu heb je jezelf gewoon vastgezet. Maar dit is ook niet de eerste keer dat, 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 dat Rotterdam Airlines deze problemen al verkeert. Hè? Mm -hmm. Want uh, ik heb ook ergens gehoord in een interview dat ze Alias ook niet tevreden was. Snap je? En, en, en... Dat is dan ook weer een probleem van het label zelf. Ja. Het is ook niet aan mij de taak, maar aan de andere kant heb ik zoiets van: ey, leer wel van de artiesten die je hebt gehad, of de artiesten die je hebt. Young Ellens. Ja, ja, klopt inderdaad. Die, ja. Heeft ook, die heeft ook wel eens hier en daar wat dingen over gehad. Uh, Chip Charles, volgens mij ook. Chip Charles zit nu ook op een ander label. En dat is natuurlijk jammer. Lijp als je Young Ellens, als je Ellens even omgekeerd doet, heb je Jong Snelle. Ja. Hé, <laughs> hey, ja, shout-out, man. Echt, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar weet je, dan heb je ook zoiets, dit idee van... Hé, hey, jullie moeten ook werken aan jullie reputatie. Het verhaal heeft twee kanten. En ik heb die verhaal ook gehoord vanuit Rotterdam Airlines. Wat de intentie was van... Zij hebben gewoon vanuit hun perspectief verteld van... Ja, goh, yo. We zagen iets in Jack. En wij dachten, hé hey man, wij gaan ook... Je weet toch, het is pure investering. Mm -hmm. En... Um, ja, hij ging in een jaar tijd waarin zij dus niet hadden verwacht, ging hij als een kanon omhoog. En wat zij dus daar ook weer vertelde was van, um, ja, weet je, je kan in één keer omhoog gaan, je kan uit de hoogte doen, maar je kan ook een keer even bij stilstaan van, dit is wel te hoog, weet no. je? Um, heb je geduld. En misschien, maar wat ik ook, Jack, uh, 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 ook wel begrijp is dan kondigden die ook wel eens regelmatig releases aan. En dan was het bijna de releasedag, werd zijn nummer uitgesteld, werd zijn album uitgesteld. Dat is ook niet correct, snap je? En dan denk ik, ja, verhaal heeft twee kanten, maar probeer van beide kanten te leren. Probeer niet alleen, probeer niet alleen uh, het mooiere verhaal te vertellen. Ja, Zo'n zo persoon zit nu met frustratie, want zoiets komt niet voor niets naar buiten. Mm -hmm. Wow. Ja, ik geloof wel dat beide partijen wel wat steken hebben laten vallen. Ik bedoel, als label wil je natuurlijk een artiest met veel potentie. Ja. Uh, wil je waarschijnlijk kosten wat het kost tekenen bij je label. Alleen dan heb je uh, bijvoorbeeld ook vanuit een PR-oogpunt eerder een ervaring gehad met een artiest die niet helemaal tevreden was. Nee. Dus uh, het liefst zou je dat ook weer willen voorkomen. Dus dan heb je ook zoiets van vanuit een PR-standpunt. Gaan we deze artiest even goed duidelijk maken waar die precies voor tekent? Weet je, je loopt dan wel weer risico om die artiest kwijt te raken. Als, hij, als je hem neerzet met een advocaat. Ja, uh, ja dat, dus is, dat is een afweging, inderdaad. die ze waarschijnlijk wel hebben gemaakt en dat ze een beslissing hebben genomen. Ik weet het niet, maar het heeft altijd, uh, ja, het heeft altijd, uh, ja, meerdere kanten die je op kan gaan. 100%. 100%. En, uh... Daarbij wil ik ook wel even een dikke props geven aan Mr. Props. Die heeft uh, dit jaar uh, uh, uitslag gekregen. Want ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Want Mr. Props heeft uh, eigenlijk een rechtszaak aangespannen met uh, Sony. Mm -hmm. Vanwege de periode van Waves. Want hij werd niet uitgekeerd. Uh, er ging wat mis met contracten. En dit jaar heeft hij te horen gekregen. Of tenminste 2019 heeft hij te horen gekregen dat uh, hij... Uh, uh, volledige rechten terug mag krijgen en het geld met terugwerkende kracht. Omdat hij niet naast zat. En heel veel mensen dachten: Hé, hey, dit uh, is nou een never. Mm -hmm. je weet je toch? Zo van, of tenminste veel critici dachten: van... weet je toch? Je weet, toch? No. Je weet hoe, hoe sommige mensen muziek inzetten. Ja, Big Sony. Hij had zoiets van: I, I don't give a <laughs> fuck. Ik ga hiervoor, want ik weet wat er is gebeurd. En ja, die man heeft zijn rechten. Van zijn muziek en de. Waarschijnlijk ook de royalties. Gewoon met de werkende kracht. Oh, dat is dik, man. Ik heb die saga niet echt gevolgd, moet ik zeggen. Maar nee. het is altijd wel, uh, wel fijn voor de artiest, natuurlijk. Ja, alles staat op zijn naam. Heerlijk. Ja, dat, is gewoon, dat is gewoon ook een heerlijk voltooide ding. Mm -hmm. Snap je? En nu, uh, uh, tuurlijk, het zal altijd een litteken zijn. Weet je, van ik heb het uitgebracht via dat label. Of publishing, of mm -hmm. whatever. Maar, ja, yeah, he did a good the boss move. En dat is ook een van de. Eye openen, zo van voordat je contract leest. Dus ga ik gewoon even iemand in, laat hem even goed checken. Ja toch? Waar je aan toe bent. En dat is dope. Ja, het is ook wel belangrijk, denk ik. Want contracten worden niet per se in jippie janneke taal geschreven of zo. Nee je, je denkt van, ik lees het wel, maar weet ik wel wat, wat de fuck hier staat, snap je? Want dus daarom uh, kan het altijd wel gewoon uh, goed uitpakken om even te investeren eventueel in een uh, jurist. Ja man. Dus de, de, de 2019 was het jaar van creatief zijn, zelfstandigheid. maar tegelijkertijd ook uh, mensen inspireren met bars. Ja, man. Ja, man. Um, ook iets wat me bijgebleven is, is uh, Social Lobby 2. Social Lobby 2 van uh, het initiatief van Pata en uh, Winwin. in samenwerking met Top -notch. Mm -hmm. uh, Wat ik uh, heel tof aan uh, vind en vond, is dat. Uh, wat zich dus heeft plaatsgevonden, dus door onder andere George Floyd. De moord op George Floyd. Uh, dat er overal demonstratie, manifestatie heeft plaatsgevonden. En hier in Nederland was het ook heel heftig aan toe. En heel veel mensen uh, waren meteen uh, op momenten tegenover Aquasi. Je weet het, toch? Ja. Terwijl we zoiets hebben van: nee, Aquasi staat daar op een podium. en die spreekt namens heel veel mensen die deze pijn voelen en um, uiteindelijk is daar een soort van livestream georganiseerd vanuit Notch, waarin Aquasi, Veronica, Jong Nelg en, en Winne daar zaten. En dat Winne zegt van, ik denk dat nou de tijd is om een uh, vervolgstap te gooien op uh, social lobby. Mm -hmm. Nou, album is natuurlijk uitgebracht en alle opbrengsten van dat album gaan dus naar Black Archives. En uh, ja, dat vond ik wel een heel sterk initiatief, waarvan ik denk van, oké, okay, dit is wel een dit is wel een project wat bij mij ook is uitgelicht. Dit is ook een manier van het verwerken. Zo. Je weet het, toch? Ja, ja. ja. En dat, uh, ik, vind, uh, ik vind persoonlijk uh, dat ze het uh, goed hebben onderneemd. Uh, mensen die erop staan. ja, Broederliefde. Vinne zelf. Jon Nelg, uh, Even kijken. Sore. Ella ja, John. ook inderdaad een beetje wat jongere, jongere artiesten. Dat was ook wel doop. Melissa Lopez. Trouwens, ja. Melissa Lopez heeft ook een hele loop, uh, dope Maxi single uitgebracht. Ja, ik heb paai wel gehoord. Ik heb hem ook wel gedraaid op uh, de radio. Ja. ja. Was, uh, die vond ik sowieso wel dope, John. Ja, ja. En um, uh, ja, die, was, die, die was inderdaad wel sick. Um, ja, weet je. Dus uh, het was, uh, het was uh, vooral wel een jaar van uh, hoe werken we onze frustratie uit, maar hoe creatief blijven we, snap je? Ja. Dus, uh, ja, want we zijn nu al bijna aan het einde gekomen. En ik moet deze vraag stellen. Wat is jou nog meer bijgebleven in de media? Want we kunnen al door blijven praten, je weet toch? Ja. Um... Ja. Is er, is er iets anders wat je kan zeggen dan corona? Hé, uh... chapje. Hey, ken je die niet? was van Hef. Oh ja, ik heb nog. Uh, ik moet zeggen, ik heb die nog niet uh, gecheckt, ah, okay. man. Ja, I, 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 uh, dit jaar was ook echt zo'n topic. Dat iedereen begon te vragen aan elke rapper: hey, chap je billen. Oh. Nee, ik, uh, ik doe dat niet, man. Ik uh, chap geen groceries. Man. Nee, man. Nee, dat is wel iets wat me bij is gebleven. Dat ik dacht: van, ah, dit vind ik wel even leuk, een momentje. Mm -hmm. Je weet het, toch? Maar voor de rest, ja, man. Pff, nou, het, is, het, is, het is. Het is. Het is. Ja. Whatever. Um, veel podcasts zijn uitgekomen. DJ. Ja, klopt. Veel mensen zijn bes hebben besloten om podcasts te maken. Wat ik niet erg vind. toch, ik, vind, ik, ben, ik juich altijd toe als mensen podcasts maken. Alleen het is net de vraag van hoe en wat. Mm -hmm. Waar ga je heen? Ja, toch? Ja, en in principe kan je over alles wel een podcast maken. man. je hebt, uh, je hebt podcasts over letterlijk van alles. Mm -hmm. Weet je, wij kennen, zitten dan bijvoorbeeld veel in de hip-hop. Dus ja, ik volg dan bijvoorbeeld Joe Budden podcast. Uh, maar je hebt ook, stel je houdt van sport, heb je ook wel sportpodcasts. Weet je, of kookpodcasts. Of uh, gewoon bepaalde, ge bepaalde interesses die je hebt. Daar is sowieso wel een podcast voor. Sterker, en het is ook wel, ja. wel goed dat de podcasts zien wat aan het groeien is. Want dan. Uh... Het bestaat al jaren. Ja, klopt. Maar de laatste paar jaar is echt explosief aan het groeien. En steeds meer uh, bedrijven gaan zich daarop richten, weet je wel. Ja. Uh, Spotify is een paar jaar geleden daarmee begonnen, maar uh, er wordt ook gezegd dat Netflix gaat richten op podcasts misschien. Uh, dus ja, podcasts zijn wel een groot deel van de toekomst. Hè? Ja, man ik merk het ook. Van elke keer krijg ik weer wat nieuws bij over distribution. Mm -hmm. Het begon al met Spotify, Apple. Daarna kreeg ik uh, Deezer volgens keer Google. Ja. En nu heb ik Amazon erbij. Amazon is nog niet uitgerold in Nederland, maar die link is er ergens. En via een omweg kun je dat podcast nog steeds checken. Um, um, Google Android, ja, tune in. Weet je, dus het stitje, het, het blijft alleen maar groeien. No. Dus er is meer aanbod en het zorgt er ook voor dat, dat je het op allerlei manieren uh, kan checken. Dus dat je eigenlijk onmisbaar bent. Dus dat. Ja man, um, ja, ik, ik, uh, we gaan de podcast gewoon uh, even weer in stijl afsluiten. Ja, man. Um, we hopen, laten we hopen, dat we einde van het jaar weer zo'n uh, prachtige aflevering kunnen maken. Laten ja, we man, Dat we weer uh, kunnen bespreken dat we shows hebben gedaan en shit, man. Misschien moeten we even een apart programma voor maken. Dat lijkt me. Hmm, er valt nog wel iets over na te denken, in ieder geval. En voor de mensen thuis die zoiets hebben van: hey DJ Mello, waar kan ik hem vinden? Hij heeft een Instagram-account. Hij heeft volgens mij een Twitter. Hij is aanwezig op Snapchat. Nou, nah, Snapchat gebruik Snapchat ik niet meer. Me, maar nee. sowieso op Instagram ben ik wel te vinden. Dat is uh, DJ4, DJ Vol. DJ Vol, uitgeschreven D-E-E-J-A-Y. En dan is het Mello, M-E-L-O. Uh, Facebook heb ik ook nog, maar gebruik ik niet zo veel meer. En voor mensen die houden van R&B... check ook Between the Sheets Radio op Instagram... En dan kun je gewoon al onze episodes checken, man. Ja, en de geweldige memes. Niet te vergeten. Oh, dat sowieso. Nee, man. Hi, Mello. Ik uh, bedank je. Ja, man. En, thanks uh, for having me, man. Tot de volgende keer. Peace.